Welkom, mijn naam is Woutemonden. Dit is de elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Electra in Sliedrecht, Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze keer is Brit Compagne. Een geweldige comedian die speelt op comedy nights door het hele land. Uh, uh, club Overvol Pact House. Ja. Je kijkt die zaal en je denkt. Oh ja, kut, al mijn collega's zitten daar te hopen dat ik faal. Dat was de bedoeling dat Brit in 2021 in de theaters te zien was met een avondvullende voorstelling, maar dat ging niet door dankzij corona. Ook is ze afgelopen jaar bevallen van een gezonde dochter, maar zodra clubs en theaters weer open zijn, kan je haar natuurlijk overal weer zien. Voordat we beginnen, vergeet niet te abonneren, klik ook op die bel en geef een duim omhoog als je dit een leuke video vindt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Brit Compagnie. Right? Yes. Laten we Och, ja. Beginnen? Ja. <laughs> ik heb het lang genoeg afgehouden, hè? <laughs> Hoe lang heb ik het afgehouden? Bijna een jaar. Langer? Hoe lang doe je dit nou? Je doet dit al echt wel lang. Ja, dat is waar. Ik ben, ik ben in januari 2020 begonnen. Je hebt mij En daarvoor gevraagd. was ik al aan het opnemen. Toen had ik jou oh, inderdaad ja. ook al gevraagd. En toen, nee, ik ben zwanger en ik moet een kind <laughs> baren en het is lockdown. en. oei, 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 oei. Ja. Wie is dit? Ik herken dit nummer niet. <laughs> <laughs> dit is een nieuw phone. <laughs> oh. Dat is de postbezorger. Dat is mijn beste vriend momenteel. Dat is de enige man die ik spreek. <laughs> Naast je eigen vriend, de Pakketbezorger. Ik, ik gaf hem laatst wat, uh, wat te eten mee. Toen zei hij de dag daarna: Hé hey man, je hebt nieuw smaak hè, Karamel. Die is echt super goed. En uh, ja, super dank. Ja, Richard stond erbij. Hij zei: Ja, het is altijd op voordat ik de straat uitrijd. En de deur gaat dicht. En hij kijkt me zo aan. Hoe vaak voer jij die man zegt <laughs> volkomen jaloers, dat ik de postbezorger gewoon eten meegeef. Hij wordt ook steeds dikker. Ik vind het leuk. <laughs> Want om het even te duiden, uh, je, jij treedt net als iedereen nu niet op. Maar nee. je, jij maakt fudge en andere baksels en die verkoop ja. je. Ja, ik, ik benut mijn andere talent, om het maar even zo te zeggen. Ik uh, zat gewoon thuis en ik dacht: wat, wat kan ik nog meer? Dat is eigenlijk volgens mij een beetje. 80% van de comedians, als je daaraan vraagt waarom doe je dit, is toch meestal wel: Ik kan niks anders <laughs> en dat, dat gaat bij mij ook zeker op. Ik heb in de kinderopvang gewerkt. Nou, nou, ik kon dat wel heel goed, maar uh, ik vond het uh, te vermoeiend en um, maar bakken dat doe ik altijd op, op de comedy festivals, sta ik ja, ja, ja. onbekend. Dan kwam ik met een rolkarretje Hoe heet zo'n ding, zo'n uh, zo trolley, zo'n zo trolley. En uh, hoe later op de avond uh, ja, hoe meer erop was... en dan kwamen mensen echt... heb je nog, heb je nog? Alsof ik fucking drugs aan het verkopen was. En ik deelde het ook gewoon natuurlijk uit. Je kunt niks verkopen aan comedians. Die hebben nooit geld. Maar, en dus ik dacht van... ja, dat kan ik. En, en, en het is ook een manier om mensen... want het heet dan bakken met liefde... dat toch nog mensen een beetje... ja, verbindt of zo. Ik voelde me zo nutteloos. Ik dacht... Uh, ik moet iets doen. En dat is volledig uit de klauwen gelopen. En nu denk ik alleen maar... Oh ja, misschien moet ik dit aan de Belastingdienst gaan vertellen. Ik weet het niet. <laughs> het is misschien een beetje uit de hand gelopen. Ja. Dus, maar goed. Ze doen ook niks voor mij. Maar goed. Zodat uh. we niet over hebben. <laughs> Zie, ik heb nu alweer iets gezegd wat ik zegt. <laughs> hoe vaak ik in mijn leven... Maar dat komt door jou, hè? Wat nou? Nou, maar serieus. <laughs> je kan je toch herinneren hoe vaak ik wel niet tegen jou gezegd heb... Niet, niet door ja, hè? Ja, dat is heel frustrerend. <laughs> Want het, het was niet dat jij... Me, me zei, ik ga je iets vertellen wat je niet door mag vertellen en me dan iets heel goeds vertellen. Nee, eerst gewoon iets heel goeds en heel sappigs vertellen. Dan denk ik, whoa, en dan, maar oh, dit moet je niet doorvertellen. Ja, vertel ja, het dan niet. Nee. ben ik inmiddels volgens mij alles ook alweer vergeten. Ik weet het dat, ook niet meer. Ik heb erover na zitten denken van, oh shit, wat was dat allemaal? Misschien kun je het nu alsnog wereldkundig maken, maar het, is, het heeft de tand destijds niet... Uh... Ik, 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 ik weet er wel één, maar die zal ik, die zal ik later vertellen. Uh oh oh, kut. Ik bedoel, piep. <laughs> maar dat was er een waar ik zelf ook gewoon heel blij van werd. Maar goed. Oké. Okay. Dat is. <laughs> heeft het met rechtszaken te maken? Nee, het heeft oh, niks met rechtszaken okay. te maken. Um, want, nou, dat is een mooie om in te stappen. Want als het met rechtszaken te maken heeft, dan hebben we het over Tasty Comedy. <laughs> en waar gewoon nog een heleboel geld verschuldigd was aan jou en andere comedians die daar speelden. Ja. Uh, hoe, hoe vond jij de shows bij Tasty? Ah, eh. Um... Nou, kijk, ik heb natuurlijk hierover na zitten denken. Hè? Want ik luister dan uh, naar Elektra heel vaak. En dan hoor ik die verhalen. En denk, ja, wat is nou voor mij een mislukt. Of een, of een verschrikkelijk optreden. Waarvan ik achteraf zeg: doe ik nooit meer. Ik moet heel eerlijk zeggen: ik hou. Ik, ik floreer in, onder slechte omstandigheden. Als alle omstandigheden kloppen, dan raak ik in paniek. En denk, oh, kut, moet ik gaan presteren? <laughs> Dit is leuk. Maar het vechten. Uh, voor je, voor je ja, affectie van het publiek en, en de aandacht, ja, dat vind ik heerlijk. En als er een plek is waar dat elke avond moest, dan was het wel tasty comedy. Je stond daar letterlijk in een boksring, in het midden van een enorme zaal... waar, waar iedereen dacht van ja, 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 leuk en aardig, maar waar blijft mijn biefstuk... Ja. want mijn panty begint te knellen. Want ik ben voor het eerst sinds tien jaar buiten. En ik heb via vakantieveiling een kaartje gekocht. Dus dit gaat beter een leuke avond worden. En dan komen straks drie halve liters met bier. Dus uh, we hadden eruit te vertellen. Ik word steeds Brabantser. Ik ik. Maar um, ja, ik vond dat heerlijk. Ik, 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 dat dat smeren en dat. Uh, ja, heel veel mensen vinden dat natuurlijk vies. Maar dat is met wel meer dingen die ik gedaan heb. Ja, ik vond dat gewoon. Ik, ja, dat vechten, die street fighter. waar anderen netjes uh, aan het duelleren zijn voor mijn gevoel. Uh, met schermen of zo. Ben ik gewoon een streetfighter. En zet mij maar daar maar neer. En ik dat... schreeuw net zolang tot je me hoort. Ja, ja, nee, maar dat, dat, dat is wat je doet. En daar ben je goed in. Maar dat is leuk op het moment dat het lukt. Ja. Want, want zo'n gevecht is niet leuk als jij de verliezer bent. Nee. nee, dat klopt. En het nadeel en het voordeel aan Tasty was. Dat was natuurlijk drie, vier keer per week. Dus uh, soms dacht je van, oh, dit was echt zo verschrikkelijk. Maar ja, dan moest je de dag daarna weer. En dan, dan begon het weer opnieuw. En het was ook heel bizar, want nog nooit binnen mijn vakgebied... want dat is het, het is mijn vak, want ik heb een opleiding gedaan. Dat moet ik voor jou altijd zeggen, hè. Vind je leuk. <laughs> um, je ja, hebt ja, de koningstheater Academie ja, gedaan. Ja, ja. Uh, en ik doe geen rozelietjes nou. Hè? Geen ukulele in mijn kut, hartstikke goed. <laughs> <laughs> Uitzonderlijk, daarom ben ik ook nooit doorgebroken. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Nog nooit in mijn vakgebied heb ik een vaste dienstverband gehad. Waarvan je weet: ik ben hier morgen weer, op dezelfde plek, uh, grotendeels hetzelfde materiaal, want je kiest toch wat werkt. Mm -hmm. Uh, het was niet echt een plek waarvan je zegt... oh, nu ga ik even lekker improviseren. Mensen deden dat wel hoor, maar dat uh, werkte bijna nooit. Nee, want, want even tussendoor... het was een grote dinnershow op, ja, de, op, de, op de, de Pier in Scheveningen. Daar zat ja. 300 man, er speelden drie comedians en een MC tussendoor. En tussendoor kregen ze ook nog... Muziek. Muziek de en eten. Tunes. De yeah. band speelde 50 nummers op een avond. En ja. dat, dat is geen Verzoekjes. schatting, maar echt gewoon 50 nummers. Ja. Maar, maar, maar is, er, is, er een, is er een avond die jij je weet te herinneren... waar je dus van... Daan kwam en dacht, oké, okay, dit was slecht, maar nou, morgen maak ik het goed. Ja, je schrijf nu 60% van die avonden. En wat, je zeker, <laughs> wat je zeker niet moest doen, is nalezen op het internet wat de recensies zeiden. Oh, heb jij dat gedaan? Ja. Ik oh, ben er best maar... wel lang depressief van geweest. Wat wat, wat, wat schreven mensen? Ja, heel naar, maar het is gewoon 300 man. En dan vindt één iemand het kut. En dan lees je dat. En dan denk je, oh ja, oh, die denkt zeker dat ze zichzelf leuk vindt en... Uh, ja, weet, weet, nog, al... weet je nog wat die persoon schreef? Nou ja, overal dat ik mezelf heel grappig vond. En uh, waar de meeste mensen dan over vielen. Ik deed dan nog wel eens dat stuk over die tampon. En dat vonden ze dan toch een gore combinatie. Met dat ik daarna dan de tomatensoep aankondigde. Maar ja, <laughs> ik vond dat zelf heel leuk. <laughs> ja. Ik weet nog wel één avond. Die was echt memorabel. Toen kwam, toen, toen, uh, volgens mij werden we vrij laat gebeld. En het was een bedrijfsding. En bedrijfsding, dan weet je... oké, okay, dit wordt extra kut. Want ze zijn op... ja, hoe zeg je dat? Op uh, kosten van de baas komen ze zuipen. Zij willen hier niet zijn. Uh, dit wordt kut. Ja. En toen kwam ik aan. En ik denk dat de line-up was... Johan van Gullik. Oh, die schatje, ik mis hem. Uh, Tom Slichting. Ik... En Harry, denk ik, nee, Harry was het niet, want ik was MC. En toen kwam ik aan en toen zeiden ze: Ja, ja, het is Amazon, het bedrijf is Amazon. Um, dus ja, ze hebben het niet gezegd, uh, maar het moet in het Engels. Oh, dat is, dat is fijn om van te horen, <laughs> vlak van tevoren te horen. Uh, kijk, en ik heb daar natuurlijk niet zoveel moeite mee. Ik ben tweetalig opgevoed en ik speel ook regelma speelde regelmatig in het Engels. Maar van Gullik werd afgebeld, want een heel vogelstuk in het Engels uh, zou hem niet worden. En Tom die kon dan ook wel in het Engels. En dat was gewoon heel grappig, want hij zat vol in zijn materiaal en uh, hij heeft toch zo'n bruggetje dat hij zegt: um, "Nou ja, want als er dan brand is, wie bel je dan? Ja, de brandweer. Oh, goed dat je over de brandweer begint." En toen deed hij dus in het Engels. En toen zei hij: When there's a fire, who you can call? En de hele zaal goes busters. <laughs> <laughs> en hij, hij zei <laughs> gewoon: Yes, yes, but no, no. If there's a fire, who you can call? En de hele zaal goes busters. <laughs> en hij. Ik denk, we zitten in de loop. En, en hij bleef gewoon stug volhouden. En het publiek bleef gewoon stug volhouden. En hij, de, hij deed het echt supergoed. Want dat, hij kan echt op maat. En Harry ook echt supergoed. Ja, ja, dus die had het goed. En in. ik heb ze natuurlijk helemaal afgefikt. Want ze noemden zichzelf dan, zichzelf dan Amazonians. Dus dat, daar kon ik dan wel heel veel mee. Maar dat was dan wel heel memorabel. En ik heb nog steeds, als ik het dan hoor zeggen, dat ik denk, ik ga Ghostbusters roepen. Ja. Oh, wat goed. Ja, en het fijne eraan was, is als je dan op zaterdag speelde. Want in het begin hadden ze dan de ambitie, toen zat jij er ook al bij, geloof ik, vijf dagen in de week of zeven dagen zelfs. Toen ik begon, was dat de planning woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En op zondag een middagshow en een avondshow. Ja, nou, dat shows. is vrij snel bijgesteld natuurlijk. Hoe werd dat? Dat werd dan vrijdag, zaterdag en soms donderdag. Ja. Maar dan wist je als je zaterdag gespeeld had, dan zijn ze dicht tot donderdag of vrijdag. Dus dan moest alle drank op die open was. Dat waren leuke. <laughs> leuke <laughs> avonden. Ik heb één keer ben ik gewoon. Want je hebt dan zo die hele lange pier die je dan dus overdekt. Dan moet je nog een hele tijd stuk teruglopen mm -hmm. hè, naar het strand. Ik was natuurlijk katje lam. Dus daar reed je <laughs> ook altijd een uh, van die karretjes met de platte wagens achterop voor de vuilnis. Ja. Dus dan om half zes ochtends dan, dan haalden ze ons op... en dan stapelden ze ons gewoon op die kar... en dan reden ze ons zo die pier af. En ik dacht dus zo, dit is vet. Dit is het beste wat ik ooit heb meegemaakt. Dus ik ben zo van die kar afgestapt... en toen stond daar een vrachtwagen parkeerd. Ik denk, nou, dit is helemaal top. Ze hebben vervoer helemaal tot aan huis gek. Dus ik stap die vrachtwagen in. En ik zit daar zo in die vrachtwagen... en dan zit die man, die kijkt me aan. En die heeft, serieus, die had geen hand, maar een haak. Dus ik zeg, holy shit! Ah. Eerst dan, ik stap in, ik zeg tegen iedereen. Jongens, wat vet dat jullie dit geregeld hebben. Ik stap in die vrachtwagen, ik zie die haak. Ik zo, holy shit! Ah, en ik stap weer uit. Iedereen zo, wat de fuck was jij aan het doen? Ik zo, ik dacht, nou ja, mij niet uit, kom verraden. Ah. En dat waren wel de leuke herinneringen hoor. Aan aan Tasty. Oh, wat jammer dat ik toen al gestopt was met drinken. Ja, ja, dat is heel <laughs> jammer, ja. ja. En dat je gewoon ook naar huis moest omdat je een leven had. Ja, ik ja. had toen al een kind. Ja, lekker voor je. Ja. Uh... <laughs> ik heb eerst nog dit gedaan. <laughs> Op een platte kar. Dat is waar jij nu bent. Qua Engelstalig Spelen, dat, ik kan me niet voorstellen dat het een slechte show was. Jij bent volgens mij de enige of een van de weinige in Nederland die Louis C.K. heeft aangekondigd. Ja, hoe vet. Ja. Ja. Uh, maar ik weet wel ook, uh, want Louis C.K. Die, die, die had toen al zijn hele schandaal gehad. Ja. Die ging een soort try-outs toen in Europa of zo. Ja. Dat was een beetje vage toer, maar opeens popte hij op allerlei plekken op in kleine clubs. Toen speelde hij ook bij Club Haug, toen nog de eerste locatie waar echt 110 man of zo in kom, volgens mij midden in Rotterdam. Jij kondigde hem aan, maar vertel even hoe, die, hoe dat ging. Want ik weet het een beetje. <laughs> ik weet niet eens of dit geheim is. Nou ja, hij speelde in Brussel met uh, God weet Oh, dit is heel erg dat ik het niet meer weet. is nog mijn uh, hormonen, denk ik. Ik ben nog aan het ontzwangeren. Oh, ik weet volgens ja, mij die, wie je bedoelt. Die maar... dingen, de, de mentor van ja. Dave Chappelle. Oh, Tony Woods. Tony Woods, ja. Knip. Hij die speelde ik, die in... ik overigens ooit heel erg dronken in de oh, ja? comedy cellar in New York. heb hem heel zien die spelen. als me. laatste was en echt gewoon veel te lang doorging en om de. Grap weer op zijn microfoon. Hey, oh nee. Ja, hij staat aan, maar jij duidelijk niet. <laughs> oh, Laat ons gaan. Don't you me this. Oké, okay, <laughs> erase from memory. Daar, daar speelde <laughs> hij mee in Brussel. Hij speelde met Tony en Tony heeft uh, goede uh, contacten met Marcel. Marcel Houk. Hij is naar voor Club Houk, ja. Ja, en uh, die hadden natuurlijk Club Houk en toen uh, hadden ze contact en toen zei hij: van hoe zou je het vinden als Louis bij jullie. Uh, ik mag Louis zeggen, want ik heb hem nooit ontmoet. Um, <laughs> ben jullie zou komen spelen. En toen zei Marcel natuurlijk, ja, dat doen we. En die belde mij van, joh, we krijgen Louis Sieke in de, in de club. Zou je willen MC'en? Ik zei, ja, dat weet ik niet of ik dat wil. Ja, ik was toen een beetje raar in mijn hoofd. Ik had net uh, een miskraam gehad en ik was een beetje, een beetje... Ja, ik weet niet wat ik had. Dus ik zei, ja, dat weet ik, moet even over nadenken. Dus Marcel die zal ook wel gedacht hebben van... Oké, okay, iemand die komt naar je toe en die vraagt... wil je een legende aankondigen en jij moet erover nadenken... ja, hoeveel geld krijg ik dan, weet je wel zo. Hoeveel, <laughs> tijd, hoeveel tijd kost me dit? Ik weet ook niet wat ik had. Dus uh, uiteindelijk... Op een ja, woensdag. nee, woensdag. Ja, op een woensdag. Ja, och. ja, maar ik was gewoon niet... Ik zat niet lekker in mijn vel, maar ik zei... nou, weet je, ik doe het wel. En um, <laughs> Dus ja, twee keer. Maar het is ook best uit. fucking eng, natuurlijk. Ja, ja. ja. Uh, ja maar dat, 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 onder, dat is onder meer de reden dat ik ja. was... En ik Vertel. dacht ook van ja, word ik misbruikt? Word ik niet misbruikt? Nou, ik moet dat allemaal even van tevoren afwegen. Moet ik naar dingen kijken? Dus um, nee, maar ik had ja gezegd. En, en ik heb hem dus twee keer aangekondigd. Maar ik heb de beste man nooit uh, ontmoet tijdens die show. Want hij werd angstvallig achtergehouden in de, in de kleedkamer. Mocht absoluut niet. Hij had een assistent bij zich en daar heb ik dan wel even mee gepraat. En hij deed dus een dubbel met Tony. En Tony ook wel gesproken. En nog een derde jongen met een Italiaanse naam, oei, 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 mijn geheugen. Nou ja, in ieder geval. En uh, dus ik heb gewoon mogen zeggen, ladies and gentlemen, I can't believe I'm saying this, but here he is, Louis C.K. en aflopen. En hij kwam dan aan de andere kant van het podium af en ik en op. En ik dacht elke keer, zal ik de volgende show gewoon of elke keer, ik heb één keer gedacht, zal ik de volgende show gewoon aan dezelfde kant aflopen, waarvan ik weet dat hij opkomt. Dan moet hij mij wel erkennen of zo. Ik had ergens iets van, ja, maar <laughs> hij moet mij erkennen. Maar je denkt dus van: oh ja, nou ik doe dit. Oh, dus wel één dat ik hem moet aankondigen. Uh, maar je gaat er dus staan op een podium. En dat, daar had ik geen rekening mee gehouden. Je gaat er dus staan op het podium. Uh, club Overvol Pact House. Ja. Je kijkt die zaal en je denkt: oh ja, kut. Al mijn collega's zitten daar te hopen dat ik faal. Ook nog, ja. Want dat zie je. <laughs> je ziet mensen waarvan je denkt. Ja, jij hoopt heel erg dat jij vindt dat ik hier niet zou moeten staan. We hebben ook gewet in de groep. Ja, maar ik sta hier en jij zit daar. Jij hebt betaald en ik krijg betaald. Um, ja, Dus toen heb ik me maar vastgehouden aan. Uh, ik weet niet eens, maar ik weet niet. Ik, heb gewoon, ik, ben gewoon, ik hoefde ook niet echt grapjes te maken, dat scheelde. Dus ik heb gewoon, uh, gewoon geroepen dat hij er was. En uh, tussendoor af en toe een grapje, maar het was echt. Uh, ja, en heb je dan ja. ook nog, ik kan me voorstellen dat je ook wel, niet alleen voor comedians die er zitten, maar ik hoop dat er toch ook wat uh, niet comedians zaten, zeg maar. Jawel, jawel, een paar. Krijg je dan niet ook heel erg een, een gevoel van mensen mee met, ja, 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 maar we komen niet voor ja, jou. Ja, maar dat heb ik altijd. Dat is, voor mij, dat is voor mij niks nieuws. Wie de fuck ben jij en hoe moeten we hier nou weer doorheen komen? Dat is meestal mijn beginstand van mijn set, dus dat, daar schrik ik dan maar niet ik van. Ik denk dat ik ook jou regelmatig heb gezien dat dat ook ongeveer letterlijk de tekst is. Ja. Jongens, we moeten hier samen doorheen. Ik wil hier ook niet zijn. Nee. Ja. Weet je nog wanneer wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben? Ik weet het nog heel goed. Ik heb geen idee. Vertel. Ik weet het wel. Nou daarvoor moet ik terug naar het begin. Van mijn comedycarrière. Ho, ho, je hebt koningstheater gedaan. Je moet zeggen, ho, ho, ik ben ik, ik zeg, zo en zo oud. Nee. Het is daar en daar. Doe jij dan Ivonie? Haar huis zou nu nog niet verraden dat ze s'nachts nachts een enorme patissier zou zijn. Nee, um, <laughs> ik had natuurlijk die, comedy, die koningstheateracademie gedaan. En daar leer je dat uh, cabaret uh, het hoogst haalbaar is. En comedy ergens in een afvoerputje is blijven steken. Alhoewel ze dat wel hebben bijgeschaafd. Dus ik had daar eigenlijk weinig over gehoord. Over comedy, echt de rauwe vorm ja, van stand up comedy. Dat werd, werd bijna niet aangemoedigd, zeg maar. Ik heb wel aan het eind van mijn school. Ik heb er vijf jaar over gedaan. Over de school en hij duurt maar vier, drie. En um, ik had het er gewoon heel fijn in. Dus je keer. hebt alles eruit gehaald wat erin zit. Ja, ik, ik, ik wilde gewoon heel graag heel veel, uh, hoe heet dat ook alweer? Pilatus doen en zo. <laughs> mijn Pilatus zei altijd, alles in jouw lijf zegt nee. Zeg, zei ik, oh, mijn stemmanden ook. Ik wil dit niet. Ja, dus. Uh, <laughs> nou goed. Dus op een gegeven moment kwam comedy dan aan het eind van mijn opleiding. Werd dat weer, toen gingen we met de comedy train samenwerken. Dat heette dan Comedy Trained. En dan uh, moest je het podium op en dan ging je grapjes maken. En dan na afloop uh, gingen de mensen van de comedy train dan zeggen wat daar mis aan was. Super constructief. Dus uh, <laughs> nee, het was wel heel leuk. Maar ik leerde daar. Ik, ik zei op een gegeven moment: ik wil van tevoren weten wat ik moet doen. Want dan wil ik tips krijgen. Want dan ja, heb ik er wat aan. Precies. Want nu zie ik jullie drie maanden weer niet. Nou, goed, anyway. Maar op een gegeven moment speelde ik op de Zwarte Katdag. Toen deed ik dus nog mijn hoogdravende cabaret... met uh, in mijn armen kerstboom en een lange gale jurk uh, zingen. En um, toen had ik gespeeld en toen liep ik af. En uh, toen kwam Jan Jaap naar mij toe en die zei. Jan Jaap van der um, Wal. Jan ja. Jaap van der Wal. Hoeveel Jan Jaaps ken jij? Ik ken er meerdere. Oh. Ja. Jan Jaap onverwacht. Bijvoorbeeld de oh. toetsenist van Djaja de Ket en de bassist oh, ja. van Green Lizard. Ja, die zag ik niet aankomen. Nee. Het was als het ware, als je zegt een beetje. Nee. <laughs> en toen, uh, toen zei Jan Jaap van der Wal tegen <laughs> mij. Jij zou een goede comedienne zijn. Maar ik liep net af. En ik wist niet. Per se wat dat was, ik dacht dat hij bedoelde actrice. Dus het voelde alsof alsof die iets zei in het rand van wat kansen toch hockey hè of, of weet ja, ik veel. Ja, ja, ja. En uh, dus ik was een beetje gepikeerd. Ik heb altijd een beetje, uh, ik uh, hou heel veel van hem, maar onze communicatie is altijd een beetje. Uh, ik zeg altijd precies het verkeerde. En um, dat roept hij mij naar boven. Dus ik, had, ik dacht <laughs> dat je zou een goede committer. Flikker toch op. Dat um, nou, oh, is al... in essentie een hele aardige opmerking van hem. Ja, achteraf gezien, dankjewel Jan-Jaap, als je luistert, super tof, dankjewel. En uh, toen, wij we, we werkten natuurlijk met heel veel mensen op school. Ik, ik wil niet name-droppen, maar ik heb voor mogen spelen voor Joep van het En die vond het geweldig. Uh, hij zei, alleen dat stukje dat je moeder dacht dat je een mogoltje was, dat was een beetje ongeloofwaardig. Toen zei ik, nou, dat is echt zo. Vond hij fantastisch. Voor mij is het minder. Maar goed. En toen. Um, toen later zei Sarah Kroos het ook. Van je, je moet stand-up comedy gaan doen. Want je, je kan heel goed. Uh, uh, stand-upen, volgens mij. En toen. Uh, even, toen zat ik bij Impsariaat Willem. Ik heb heel lang gezocht naar een Impsariaat. Niemand wilde mij, want ik was een meisje. En die hadden ze al twee. En uh, Willem, die. Uh, die. Uh, die zag het wel zitten. Naar aanleiding van kameretten. En. Uh, toen zei hij van, ja, je moet meer comedy ook gaan doen. Toen dacht ik, nou, dat heb ik nu een paar keer gehoord in mijn leven, let's go. En toen zei hij, oké, okay, uh, dat is geweest in, op 1 april, geloof ik, was het ook. En dat was in Vinkeveen. Uh, Feestcafé Het Kruidvat. Klinkt goed, hè? Nu, met de kennis van nu, zeg ik... Oké, okay. even googlen, even navragen. Dat woensdagavond. Ah, je ja. kan niet. En ik reed daarheen met Fouad en ik had geen idee. Ik, ik, ik wist niet wat comedy was. Ik vind u ik... heel eng om te zeggen dat je voor het hassen bedoelt. Voor het hassen. En Want ik, ik heb verder geen voer. <laughs> racist. Heb je het koud trouwens? Moet de warming hoger? Nee. Oh. En uh, dus we reden daarheen en ik had maar iets verzonnen waarvan ik dacht: dat zal wel comedy zijn. Uh, ik had acht minuten of zo. En ik was ook de rookie, natuurlijk. En ik kwam daar aan en het was met. Ik weet de derde persoon niet, maar het was met Pien Ankerman en Fuad Hassen. En uh, we kwamen daar aan en het was een kroeg. Uh, en daar zaten twee dronken mannen aan de bar. En de paal van de danseres van gisteravond, die stond er nog. <lacht> <lacht> en Pien, die was MC. En die was helemaal zelfverzekerd, dat weet ik nog. En uh, die deed een soort hair flip in de, in de kleedkamer. Die zei ook, als je later nou heel goed bent geworden, dan mag jij dat ook. <laughs> toen dacht ik, oh wow. En um, ja, ik mocht acht minuten. En toen dacht ik, oh nou, dan is het nu aanvang. Dan dus zal de kroeg dan wel vol zijn. Maar het waren nog steeds die twee dronken mannen aan de bar en <laughs> een andere gast. <laughs> en uh, ja, toen moest ik uh, op. Want ik moest ook open als rookie. Dat was toen nog wel eens. Dat was ook perfect. En uh, ja, dus ik begin een beetje zo te hakkelen en te doen. En uh, een zo'n gast die roept iets. En toen klikte er iets bij mij. En toen ben ik die gast gewoon helemaal gaan afbranden. Maar echt, dat die andere twee dronken mannen... die hebben volgens mij nog geapplaudiceerd, Want het was echt een monoloog van acht minuten... over zijn seksleven en uiterlijk. En ik weet het niet meer... Ik weet alleen nog dat ik afliep en dacht, maar dit ga ik de rest van mijn leven doen. Ik wil zeggen, dit klinkt als dus een hele klassieke Britse campagne. <laughs> ja. Oh. Maar dit is wat ik mijn hele leven al doe en dan mag het niet, want dan ben ik een kutwijf. En nu kan het mijn vak worden en vindt iedereen het fantastisch. Ja, um, yeah, let's go. Nou, en toen, en toen uh, zei ik, oké okay, Willem, we moeten daar inderdaad op gaan focussen, op dat comedy. Nou, hoe gaan we daar dan binnenkomen? Want dat is nogal een uh, ja, apart wereldje, besloten wereldje ook. Je moet wel mensen kennen en zo. Toen mocht ik auditie doen voor Christian Pielig in Kraai en Balder. Ah, kijk, daar ga ik je toch onderbreken, want die moet ik ook even uitleggen. Uh, Kraai en Balder is vaker voorgekomen in deze podcast, ja. dat is een kroeg in Eindhoven. Waar heel veel comedy is geweest. Ja. En volgens mij heeft zelfs de trainer ook ooit nog wel avonden gedaan. En er had het heel veel gedaan. En heel veel mensen, die, die later ook gewoon professioneel zijn geworden. hebben daar ook eerste meters gemaakt. En Christian Pielig is een organisator van. Ja. Over het algemeen open podia. En soms ook wel professionele shows. Maar het meeste gewoon open ja. podia. waar mensen hun eerste stappen kunnen zetten. of, of nieuw materiaal kunnen testen. Ja. En jij was daar ook. Jij ah, ja, zat nu... aan de bar en toen heb ik gezegd... Zo, ik zat de hele dag, wat, wat is mijn link hiermee? <laughs> ik, was, ik, ik heb gespeeld en goed gespeeld ook. De tweede keer ging ook goed. Ik had eigenlijk min of meer verwacht van, nou ja, dat was beginnersgeluk. Het wordt hem niet. Maar dat, dat was ook een kutplek, zeg maar. En een kut moment. Dus ik ging hartstikke lekker. En toen ben ik afgelopen en ik had, ik had jou al eerder gesproken. En toen heb ik gezegd tegen je, bel me. En toen ben ik naar huis gegaan. <laughs> En toen kende ik je nog niet. Ik kan me er echt niks van nee, herinneren. Nee, dat weet ik. Ik heb ook nooit gebeld. Maar niet. <laughs> oh my god, dit is net als Jimmy Kimmel. Die je ooit met Nicole Kidman had kunnen daten. Maar ja, goed. Heb je dat? Oh, dat weet je niet. Ik heb geen idee. Ik heb geen tijd voor dat soort dingen. Nee. Nip het er maar uit. Maar, maar ja, ik, ik, ik weet wel dat ik, dat ik een paar keer in Kraai Balder heb gespeeld. Ja. En ik vond het wel altijd een leuke plek. Want... Je had hetzelfde jasje aan die je nu aan hebt. Dat, dat zou serieus gebeuren. Maar... Ja, dat is ook zo. Zou het zou net niet kunnen. Deze oh. is van daarna, dat weet ik. Maar je hebt net zo'n het is gewoon gekocht. een vintage jasje. Ja, oké. Okay. No judgment here. Je moet echt een jaar opgekropte... Ja, maar serieus, ik zeg dus tegen jou... oké, okay, doe maar even niet de podcast nu, want ik ben zwanger en hormonaal. Oké, okay, dit is wel het gouden moment. Ik heb al tien maanden geen interactie meer met mensen gehad. Ik zit hier binnen een kind op te voeden... en het huishouden te fucking doen. Er staat een pan met soep te pruttelen op het, op het vuur. Ik heb nog 15 kilo babyovergewicht. Ik ben aan het ontzwangeren. Mijn baby slaapt voor het eerst vannacht ergens anders. En dan gaan we de podcast doen. Top. Uh, <laughs> ik weet niet of die uh, advocaat van de rechtszaak tegen die er nog is... maar <laughs> ik zal hem wel weer nodig hebben. <laughs> yep. <laughs> Snelle <een> vraag. <laughs> oh, ja, ik, nee, ik wilde vragen, hoe, hoe was die avond in, in je balde, Want wat ik zei, ik heb er vaker gespeeld... en ik vond het leuke avonden om dezelfde reden... Die jij noemde van, weet je, gewoon het, het gevecht en het, oké, okay, kom erop ja. en we gaan dit doen. En daar was het wel echt een plek voor. Ja. Maar ik, ik weet ook de, zeker de eerste keer dat ik daar was, ik weet niet of dat die avond was, dat je dan wel binnenkomt en denkt, uh, hoe, wat? Want daar zaten ook zes stamgasten altijd op exact dezelfde plek aan de bar. Maar echt letterlijk zaten die er elke keer op dezelfde plek en die keken niet op of om. Ja, maar en toch weet je wat het is, Wouter? Als je. Kijk, jij hebt ook heel lang bijvoorbeeld zalige zondag gedaan. in een locatie waarvan je normaal zou denken: dit kan niet. De helft nee. van de mensen zit in een kelder. Je moet om de bocht heen spelen. En toch uh, kwam er een soort magie los altijd. Ja, ja. Dus, dus um, kijk, heb, en dat heb ik honderdduizend keer gehoord in deze podcast. en dat is ook gewoon waar. Er zijn een paar voorwaarden. Waar een voorstelling aan moet voldoen. Namelijk dat mensen weten waar ze naar gaan kijken. Dat er licht is, dat er geluid is. Uh, en dat het liefst dat ze ook nog een beetje comfortabel, maar niet te comfortabel kunnen zitten. Um, maar ja, toch is het altijd zo interessant om op zoek te gaan naar. waar zit dan wel het moment dat je, dat je ze kan pakken? Er is een, er is een soort. <tacht> ik heb nooit in Elektra gespeeld, want ik, daar ben ik te jong voor. Uh, of te nieuw, zal ik het even zo zeggen. In, binnen de community, ik doe het al vijftien jaar. Maar goed, dat zegt meer over jou dan over mij. Maar er is voor mijn gevoel, als ik het <laughs> zou moeten vergelijken, Elektra ja. met een plek die nu nog een plek is. Ja. <clears throat> dan zou ik noemen... Hoe uh, heet het ook weer? De herberg in Bergen aan Zee. Nee, de taverne. De taverne, ja, want de herberg is in Tunis. Ja, oh ja, ja. Oh, nou, oké, okay, misschien daar, die ook. Daar ben jij ook geweest. Ja. Daar ben ik ook geweest. Mensen, jij ik ben ook nooit bij... in Elektra geweest. Uh, ja. maar, maar de herberg ben je geweest. Maar de taverne in Bergen. Ja. Die is ook al wel eens te, ter sprake gekomen oh, trouwens. Ja? Die... Uh, in, in de aflevering met Hassan El oh, ja, En die vertelde het verhaal dat hij daar was met uh, Dave Valida. Ja. En Dave die was aan het spelen. En die, die vertelt het uit gewoon een heel triest verhaal over hoe, hoe sneu je single die is. Ja. Um, wat heel grappig is, want dat vertelt hij hartstikke leuk. En er zit ja. een kerel daar boos in de zuizen. Ja, joh. Maar dit is toch geen comedy, joh? Dit ja. is geen kom Jij hebt gewoon een heel triest leven. Ja, volgens mij was ik daarbij ook. Echt ik heb een paar keer gehad, ik dacht, dan luister ik naar je podcast, dacht ik, godverdomme, ik was daarbij. Waarom zegt niemand, oh, Brit campagne was er ook, die deed wel goed. Waarom? Waarom word ik altijd uitgewist? Dan nou, heel lang huilend. Ja, dat snap ik wel. <laughs> nee, maar dat is echt een plek. Daar kan magie ontstaan of gewoon, ja, die. Weet je, de hele. Voor, uh, hoe heet dat? De omstandigheden van de show is anders dan je normaal gewend bent. Dus het is ook echt een soort van wakker schudden. Je kunt daar niet doen wat je altijd doet. Nee. Want er komt halverwege de show iemand binnen die heeft een nieuwe puppy. En dat moet iedereen dan even zien. En dan moet jij de show even stilleggen als je MC bent of aan het spelen. En dan moet je dan op inspelen. Ik sta dan met een puppy op het podium. Kijk jongens, dit is de puppy. Kunnen we nou weer even normaal doen? Maar <laughs> ik was daar ook met iemand. Haruki? Of was het ook? Iemand die vertelde van. Uh, ja ik, ben, uh, ja, ik ben laatst gaan samenwonen. En dat het dan. Want er zitten wel eens van die vrouwen van middelbare leeftijd. Die dan. Ja. Eh, doe lekker gek. Ik neem een tweede wijntje. En dan nog drie liter. En uh, die <laughs> zitten daar met vriendinnen. En uh, nou, hun man is bij zijn weg. Maar dus niemand meer die, die ze over zich heen laten lopen. Want uh, die tena zit misschien een beetje strak. Maar <laughs> mijn leven kom je niet meer. Nou, die zitten daar dan. En die vinden dan dat ze het recht hebben om. Actief deel te gaan uitmaken van de show. Maar dat vindt iedereen die daar in dat zaaltje zit, of zaaltje, die kroeg. Ja. En echt een leuke plek, want ik hou ervan. Ik hou van interactie met het publiek. Dus ik hou ervan als het publiek actief meedoet. Maar er is een grens. <laughs> dus Die jongen, also, ik denk een rookie of niet van die, ik weet het niet meer. Maar die zei: Ik ben gaan samenwonen. En toen riep die vrouw, ach jongen toch. <laughs> en uh, kijk, als je tien jaar comedy doet, dan. Speel je daarop in, of je laat het daar, of je denkt: Oké, okay, dit is een vuurtje, je moet geen olie op. Ja. Maar die persoon was ontregeld, want iemand, er roept iemand in, ah jongen toch? Nou, toen kwam die met, toen werd het verhaal wat zieliger, en toen zei ze: Ah, dat zal allemaal. Het, ze begon helemaal, jongen, weet je, je moet dat allemaal niet zo. Alsof je een fucking dialoog aan het houden ja, bent. Ja, ja, ja. Van, oh, die persoon op het podium, die staat er voor mij en die praat tegen mij, dus ik kan daar. Ik kan terugpraten, ja. Maar toen kregen we dus het effect dat er. Een, andere man in het publiek zat die dacht gerda kun je gewoon je bek even dicht houden dus die zei gerda kun je gewoon je bek even dicht houden dus dan had je niet alleen een heckler maar de heckler werd ook gehackeld. ja ik hou daarvan ik hou het is een het plafond is te laag patrick meijer stond met zijn met zijn kruin tegen het plafond patrick meijer ja en dat ratatata, hij heeft dat daar volgens mij twintig minuten kunnen uit omdat mensen vinden het geweldig en die die zijn er helemaal in mee. Maar als ze ook maar echt een, een klein beetje angst of onzekerheid proeven, ja, dan pakken ze je. Dat, dat is het inderdaad daar. Ja. Als, als ze merken dat je onzeker bent of dat je ja. nieuw bent of dat je het niet volledig onder controle hebt, dan... Nee. Maar mocht ze, mochten ze je dan pakken en je komt terug, ja, dan ben je een held voor de rest van je leven. Dat is ook wel weer zo. Ja. Ze zijn wel vergevensgezind. Bij de herberg iets minder. <laughs> Je hebt daar nog heel lang op kunnen teren, toch? Op Bob, of niet? Uh, ik, ik heb Bob volgens mij nog in twee shows terug laten komen. Ja, dat is mooi. Ja, even voor de luisteraar thuis. Nee, er was één show. Toen deed ik mee aan de Culture Comedy Award. En uh, er was een man, Bob. En die was 2,5 meter of zo. En toen haalde ik nog uh, wel eens een man op het podium om me te vergelijken. Want ik ben... <laughs> jullie zien dat niet. Maar 1,50 meter En uh, dus... Maar die... Die had ik op het podium geroepen. Ik weet niet meer precies hoe het gebeurde, maar hij deed grappig of zo. Hij deed iets, hij deed grappig. En toen dacht ik, you're on, biatch. En toen heb ik hem echt helemaal... Hij was 2,5 meter. 5, toen hij wegliep was hij 1,40 meter of zo. En dat is gewoon een soort van legende geworden in Sint-Tunis. Nou gebeurt daar ook nooit iets. Dus het was wel... En hij was... Als ik het goed heb, was hij ook al degene die eerder. Uh, uh, had iets gehackeld toch al? Hij had gehackeld of had een aanvaring gehad met Kristel Zweers. Ja, hij was vervelend. Al, al daarvoor, hij was ja. vervelend. Ja. Dus iemand had volgens mij ook tegen mij gezegd: je moet hem negeren. Wat je ook doet. Maar ik dacht: ja, hij is 2 meter 5. Ik pak hem. Let's go. <laughs> dus, dus elke keer als ik dan nog speelde daarna, liep ik op en dan riep iemand: Bob! Het was gewoon super weird. En iedereen wist ook waar het over ging. Maar ik ben op een gegeven moment wel. Op een gegeven moment werden ze, zijn ze ook van locatie uh, gewisseld. Ja. En uh, hoe heet die die het organiseert? Dat is echt een schat. George van Hels, ja. ja, George is een schat. Maar ja, het werd wel steeds minder. Het werd wat racistischer en zo. En toen ben ik toch wel afgehaakt. En het is gewoon echt super ver weg. Ik heb geen rijbewijs. Ik moet echt kijken van... Kan ik nog thuiskomen zonder dat ik mee ja, moet draaien nee, met een dronken dat, comedian? Dat is daar redelijk, uh, redelijk onmogelijk. Het is in de anus van Brabant. <laughs> zeggen wij altijd. En dat klopt. Ja. Uh, ik, ik, ik zou er uh, heen gaan afgelopen najaar. En toen, toen kwam er weer een lockdown. En toen zo jammer. Is eens, uh, nou ja, ik speel er altijd met, met veel plezier. Juist omdat het zo'n ja. rare plek Jij is. Jij bent ook wel een beetje zoals ik. Jij zoekt het ook wel een beetje op. Ik vind het wel leuk. Mits het... Uh, ja, er moet wel een mix zijn met goede kicks die je ook doet. Ja, precies. Ja. En, het, en het moet wel behapbaar zijn. Het is niet de, de, Weet je, ik, ik hou ook niet van de shows met. Oh, wij zitten hier allemaal te eten en dan is het leuk als jij nee, opeens nee. naar binnen loopt en nee, gaat nee. spelen. Zoals nee. ik ooit moest dat... doen voor advocaten in Rotterdam. Ja. Maar, maar wel hier in principe mensen zitten er. En zeker nu. Ik weet dat de allereerste keer dat ik uh, naar Sint-Tunis ging, was ook voor Culture Comedy, voor een try-out. Binnen, binnen dat wedstrijdtraject zeg maar. De, en dan kon je daar aan je materiaal gaan werken. Was geen plek om aan je materiaal te werken. Maar toen ik toen binnenkwam dacht ik: oh mijn god, waar zijn we beland? Wat is dit? En iedereen zit van achteren en niemand durft ja. van voren en, en ze tetteren er allemaal doorheen. Het was bomvol, hè? Bomvol. Ja, ja, ja. Maar nu, sowieso, als ik nu naar zo'n plek ga, dan weet ik hoe bomvol. ik daar om mee om moet gaan. Wat ik kan doen. Ik weet bij sommige plekken dus ook al gewoon van eerdere keren: oké, okay, dit is ongeveer wat ik kan verwachten. Ja. En dan is het gewoon, oké, okay, kom erop. Ik ja. kan jullie hebben. Ja. En Laten zo niet, dan niet. Maar ja. zien wat er gebeurt. En ja. We zien het wel. Dat, dat, dat maakt het leuk. Maar het moet wel, je moet wel een kans van slagen hebben. Hoi, leuk dat je luistert hier naar YouTube op Elektra. Vind je dit een leuke aflevering? Geef een duim omhoog. Laat een reactie achter hier in de comments. En vergeet niet om te abonneren. Dat helpt mij ontzettend. Dank je wel daarvoor. Deel deze podcast met vrienden. En als je de podcast misschien wil steunen met een kleine bijdrage... bijvoorbeeld 2,25 wat een kop koffie ook kost... ga dan naar elektrapodcast.nl. Er is bonusmateriaal bij deze aflevering. En dat bonusmateriaal is te beluisteren als je crewmember bent. En dat betekent dat je maandelijks een klein bedrag doneert. Hoe je crewmember kan worden, dat vind je ook via elektrapodcast.nl. Oké, okay, snel weer terug. Ja, is... Zo, want toen ik hiervoor gevraagd werd, ging ik ook nadenken van wat is nou... Ja, de, de, voor mij de meest vervelende optredens, maar daar kom ik misschien straks nog even op... In mijn, in mijn carrière van 15 jaar, zijn de festivals. Ik hoor daar nooit iemand over, maar ik vind dat het ergste wat er is. Namelijk, alle omstandigheden zijn goed... Maar je moet presteren. Je moet presteren en dan ook nog beter dan de ander. Ja, en Terwijl, Dan heb we het over uh, Kamaretten en Leidse en Groningen en dat soort. Uh, ja, ik heb het niet over de filmen. grappen, grappen <laughs> Kutteveen Veen Award 2001. Nee, nee, echt de grote festivals die ik allemaal wel gedaan heb, behalve dan AKF. Van omdat ik geen liedjes doe. Maar um, nee, dat vond ik verschrikkelijk. Maar ik heb ook één keer een optreden gedaan via een ja, management ze noemen, Open TBC Management, zoiets. En uh, nee, management, die had mij gevraagd, die zei... Um, wil je een optreden doen voor een school? Nou, dat is wel een rode vlag altijd voor een school. Uh, dat weet iedereen, oké. Okay. Maar ik, ik deed dat al wel een aantal jaar in Den Bosch, had ik er een paar gedaan. En dit was volgens mij ook in Brabant. En ik dacht, ja, het is wel goed geld. Maar goed, via management in een school. En ik had wel vaker school gedaan en ik dacht, het is goed geld... en het is bereisbaar, want ik woonde toen nog in Den Bosch. En dat was via Willem, had dat geregeld. Ik, nou, het is altijd wel goed. Dus ik ga naar die school. En het was een soort gymzaal. Nou ja, gymzaal van een school. Een middelbare school. En het was helemaal mooi omgebouwd en zo. Nou, oké. Okay. Uh, en ik zit klaar. Ik heb zo. Ja, soundchecken. Nou ja, dat, bij dat soort is uh, soundchecken houdt uh, in. Uh, hier is een microfoon, praat er even in. Uh, licht uh, kan aan en uit. En uh, oké, okay, dat moet dan wel uit. Ja. En uh, ik sta klaar aan de zijkant. Die deuren gaan open en er stromen werkelijk waar... 300 leerlingen binnen, waarvan je nu al weet... dat wordt hem niet met jullie. Nee, want jullie zitten over een jaar vast. Nee, het, de heerste <laughs> gewoon echt de sfeer van... holy fuck, waar ben ik? Alsof er een gevangenis werd opengezet. Dus er stroomde echt zo naar binnen. En je zag ook meteen dat alle leraren die gingen tegen de zijkant van de zaal aanstaan... met hun rug naar de muur. Dus je had die kolkende massa van uh, leerlingen... waar geen één docent tussen ging zitten. Ja. Die gingen zo ver mogelijk wegstaan. En toen ging de directeur een praatje houden... en die kwam er gewoon niet bovenuit. Nou, dan weet je Dat genoeg. Dat is een slecht teken, ja. Dan weet je genoeg. Dus uh, nou, hij zei... Jongens, jongens, jongens... Nathanael, leg... Nou... nou Weet je wat? We gaan gewoon, weet je, we gaan gewoon wat leuks doen. We gaan kijken naar cabaret. Hier is Brit Compagnie, Berit Compagnie. Nou. En uh, <laughs> dus ik wilde heen lopen en bam, al het licht gaat uit. Dus ik zeg door de microfoon: "Licht aan, licht aan. Ik wil zien wie meneer steekt." Maar mijn microfoon die stond al aan. <laughs> dus het licht <laughs> ging aan en ik zie zo 300 scholieren naar me kijken zo je wat. Wat wil jij? N dus ja, toen ging ik spelen, maar dat sloeg niet aan. Gek genoeg, want ze hadden een spanningsboog van twee seconden. Toen dacht ik, ja, ik was toen nog best wel nieuw. Hè? Het was best wel in het begin. Ik dacht, ja, ik moet, iets, ik moet een connectie maken met hun. Dus uh, ik was gewoon zo bij aan het spelen. En toen riep iemand, hé, hey, mevrouw, hé, hey, mevrouw, hij is jarig. Dus ik zeg, ben jij jarig, jongen? Hoe oud ben je geworden? Twaalf? Nou, iedereen zo, oeh, snap, oeh. En toen werd die sfeer werd helemaal zo goed, oh, Het werd een soort kooi gevecht. Toen zei ik: Maar uh, vertel dan eens, wat, uh, wat is jouw talent? Wat kan jij goed? Ja, ik kon heel goed beatboxen. Ik zei: Nou, ga je toch even lekker beatboxen? Nou, ging die beatboxen. Ja, ja, deze leraar kan ook goed beatboxen. Nou, gaan jullie toch uh, samen beatboxen of zoiets? En toen ging ze samen beatboxen, dat was hartstikke vet. En. Um, nou ja, uh, ik heb op een gegeven moment afgekondigd, weet je wel. En dan na afloop, oh, daar kan ik nog steeds kromme tenen van krijgen. Er kwamen dan zo drie docenten naar me toe. En de eerste zei: En hoe vind je zelf dat het ging? Oh. En de tweede zei: Als jij jezelf nou een cijfer zou moeten geven. voor dit optreden, welk cijfer zou dat dan zijn? Dat natuurlijk, ik kom net af. Ik zit nog. Tjokvol adrenaline. Ik zeg nou een, een vijf of een zes. Ja, dat vonden zij dan ook wel. <laughs> en toen liepen ze weg. En toen zei die, <laughs> lekker, karani. En toen zei die derde: zei, uh, Ja, kijk, je moet maar niet aantrekken, want zij zijn zelf, zij doen dat heel leuk voor de Zij zijn als het ware zelf ook cabaretier. Ze zijn heel grappig en ze doen dat heel goed voor de klas. Nou, dat zijn wel optredens waarvan ik denk, die mogen me wel gestolen worden. Oh. En toen heb ik dus later nog een mailtje gekregen dat er een officiële klacht was ingediend tegen mij. Omdat ik, uh, ja, de jongeren hadden zich toch wel gekwetst gevoeld. Jezus. <laughs> ik dacht, ik was bijna neergestoken. Hoe kan het dan? Nee, de jongens zich gevoelens dus waren wel gekwetst. En dat is waar can cancel culture kan is, zeggen, Cancel culture, <laughs> culture begonnen is. Ja. ja, I love it. Maar dat noemen. Ho, ho, hoe lang heb je, heb je gespeeld voor die leuk? Hoe lang heb ik wat? Hoe lang moest je spelen? Oh, echt lang ook, volgens mij een half uur of zo. Echt waarvan ik nu al zou zeggen, van, ja, maar dat kan niet. Kwartier twintig minuten max. Ja, hooguit. En dan moeten docenten tussen de leerlingen zitten en uh, ik wil aandacht <laughs> en het licht aan. Oh, dat is verschrikkelijk. Ja. Hé, hey, nog over, over festivals. Wat, ja. die, die haalde je aan, maar wat, wat is jouw ergste festivalervaring? Nou, ik denk mijn ergste... is wel mijn eerste. We hebben begonnen met Groningen en toen zat ik nog op school. Dat was mijn afstudeerproject. Uh, uh, en, en, en school in dit verband is Koningstheater? Koningstheater ja. nog steeds. Ja, Ik heb basisschool en Koningstheater. Nee, <laughs> ik heb ook SPW. Heb het niet over. Nee, ik had uh, auditie gedaan. Helemaal naar Groningen en... Um, toen zeiden ze eigenlijk daarna op school... ja, we vinden eigenlijk dat je er niet klaar voor bent. Dus ik, maar ik heb een auditie gedaan. En ja, trek je maar terug. Dus toen moest ik naar Groningen mailen van ik trek me terug. Maar wat bleek toen, dat kon niet meer. Want er was dat jaar uh, te weinig talent. Dus in plaats van zes mensen hadden ze vier, mensen, vier acts doorgelaten. Um, en uh, daar was ik één van. En als ik me zou terugtrekken, dan was de finale in één klap bekend. Dus dat kon niet meer. Zij dus is op school, nou ja prima, doe maar, ga maar Groningen doen. En uh, maar wel winnen. Ja, natuurlijk. Ja, Oké. Okay. Nou, uh, meegedaan, half finale ging hartstikke goed. En ik was door naar de finale met één iemand anders. Dat is uh, Johan Gozens, u wel bekend. En uh, Muis, ik noem hem Muis. Want net als Vonk Wim Kan Muis noemde, want hij is mijn Wim Kan. Want ik wil heel graag nog met hem ooit een sketch doen dat hij Wim Kan is. En ik Vonk met mijn vlaggetje. Me toe te nou. En uh, Muis en ik waren de finale. Dus um, ja, ik kon toen zeker niet wat ik nu of tien maanden geleden kon. En uh, als ik het nu terug zou zien, dan zou ik me echt kapot schamen. En Johan was gewoon goed. Ja. Is gewoon goed, was goed. Is een topper. Dus ik had eigenlijk min of meer zoiets van ja, oké, okay, weet je wat het is? Hij krijgt, uh, hoe heet het, uh, publieksprijs. Hij krijgt juryprijs. En dan krijg ik waarschijnlijk persoonlijkheidsprijs. We zijn maar met z'n tweeën, zijn drie prijzen. Kom op. Ik bedoel, ik heb niet veel, maar persoonlijkheid heb ik toch? Nou, en uh, dag van de finale, bladibla. En uh, Johan kon het heel goed met iedereen vinden, ook van de organisatie en zo. En ik kon het ook wel vinden, ik had dan een hele aardige. Die studenten. Je kreeg allemaal een begeleider vanuit de studenten, of heet zoiets? Uh, de, hoe heet dat? De mensen die studeren? Studenten. Vereniging, zoiets. Nou ja, in ieder geval. En die van mij was heel aardig. Was een heel leuk meisje. Die heette Vera van Zelm. Hebben we later nooit meer wat van gehoord. Oh nee, wacht. Het is Vera. Vera was mijn begeleidster. Die deed toen okay. nog gewoon een normale studie. En, uh, maar dus uh, Johan, ik kon het met iedereen vinden. Ik had uh, wat meer uh, moeite ermee. En uh, nou, finale. En toen moesten we dus, wat is dus echt het verschrikkelijkste is, wat je ooit kan verzinnen op het podium, die uitslag afwachten. Ik snap niet dat ze dat doen. Dat oh, doen dat, ze dat, altijd. Dat is de hel. Waarom doen ze dat? Laat ons gewoon. We zijn geen fucking. Ik kan er zo pissig over worden. Wat zijn we? Weet je, een soort apen die daar dan moeten gaan staan? Well, oké, okay, wie is de beste? Nou, ik, het is gewoon te belachelijk voor worden. Sowieso. Allereerst maken we kunst. Je, dit is objectief. Ja, uh, lacht het publiek het meest. Ja, nee, maar dan is comedy en dat is niet uh, hoogdravend genoeg. Ja, nee, maar dit was echt geëngageerd. Nou ja, in ieder geval, daar sta je dan als een soort apen. En dan was het verhaal, wij stonden daar met z'n tweeën. En er waren er drie van die meisjes die hadden dan van die leuke pruikjes op opgedaan. En er waren drie bosse bloemen. Nou, ja, in ieder geval. Ruben en Nicolai presenteerde de avond. En nou, dames en heren, juryprijs, juryrapport, bla 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 bla. Nou, Johan Gozers. Nou, niemand had dat verwacht, natuurlijk wel iedereen. Johan, die kreeg een beeld enorm beeld of zo. Nou, en dan gaan we nu naar het publieksprijs. Bla, 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 Johan Gozes. Nou, prima, klap, klap, klap. Ik sta daar, 900 man, kijk maar aan. Ja, ik ben een loser. En toen stond, kreeg hij een enorme spiegel. Maar echt, een enorme spiegel. Dus hij stond daar met een beeld en een spiegel. Nee, niet een spiegel. Wat was het? Volgens mij had hij een bokaal en een beeld op dit punt. Een bokaal en een beeld. Ik weet het niet. Twee dingen had hij. Ik heb een blackout gehad achteraf. <laughs> nou, en dan uh, ook dit jaar reiken we de Persoonlijkheidsprijs uit. Want dat weet je nooit van tevoren. Soms zeggen ze: niemand had persoonlijkheid, dat doen we lekker niet. Oké, okay. <laughs> maar ik dacht, ik keek al naar de soundmix Shows. We zijn allemaal winnaar, toch? Of die Mini Playback Show. <laughs> we zijn allemaal winnaar. Iedereen krijgt een prijs. Persoonlijkheidsprijs gaat ook naar Johan Goosen. Oh, jezus. En je voelde gewoon 900 man. Ja, wacht even. Dat voelde je gewoon. Ik voelde dat. Zij keken mij aan, ik keek hun aan. Toen moest Johan nog een keer naar de microfoon. Die heeft toen ook iets gezegd van, nou, het lijkt me niet dat dit de bedoeling is, maar toch bedankt. Zo schattig. En um, toen kreeg hij dus die enorme spiegel. Dus hij had een bokaal, een beeld en een enorme spiegel stond hij daar. En er was nog één bos bloemen, want Ruben had moeten zeggen, Ruben, Nico wij noemen hem thuis altijd Nico Rucola, maar hij heet Ruben Nicolai. Hij had moeten zeggen, dames en heren. En natuurlijk willen we ook nog een heel groot applaus voor de tweede deelnemer. Dat was Brit Compagnie. Normaal zei je dan met z'n drie of z'n vier. En dan valt het in ieder geval. Ik stond daar alleen. Ja. En 900 man keek me aan. Je hebt niks gewonnen. Er zou nog een bos... Ik zou nog even genoemd worden. Maar dat vergat hij. Oi. Hij vergat sowieso iets te zeggen van. Dames en heren, bedankt. Of iets. We stonden daar. En Johan die kon niet af. Want die had een beeld, een bokaal. En een enorme <laughs> spiegel. Dus toen ben ik maar hem gaan helpen met en die nee. dingen af te tillen. Oh. En je voelde iedereen zo. En ook toen ik de v kwam, was er een soort collectief... Ah, oh, dat was echt gênant. Dus dat, dat, was... <laughs> dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar Johan is bij jou in de podcast geweest. Johan heeft heel veel verhalen verteld, maar één verhaal heeft hij niet verteld. En nu ga ik toch een klein beetje vragen, ook al is het niet Johan's schuld dat hij alle prijzen had gewonnen. En heeft hij het altijd voor mij opgenomen, want wij gingen daarna dus samen altijd op tournee. Wij gingen op de ja, finalisten. Dat de tournee die je dan doet. Ja. Ja. Normaal moest je al bij een half uur, maar we waren natuurlijk maar met twee, dus wij moesten opeens allebei veertig minuten. Nou, niks aan de hand, hartstikke leuk. We houden heel veel van elkaar. Ik logeerde bij hem en we gingen lekker spelen. We speelden toen vijf dagen in Betty Asphalt. We waren al het hele land door geweest en wat Johan zo irritant aan mij vindt, hij noemt mij de spin in het web van cabaret, wat cabaret heet. Want wat hij zo irritant aan mij vindt, is dat als ik ergens binnenkom, dan weet ik de naam van de technicus en de programmeur en dan maak ik een praatje mee. En uh, dan vraag ik hoe is het met je kind of hoe is het met dit of met dat. En dan zeg ik ja, ja Johan, want ik kom hier waarschijnlijk weer terug en ik vind het belangrijk. En ja, het is eigenlijk gewoon. Want als van... jij terugkomt, dan weet je ook nog hoe dat kind heet en wat je de vorige ja. keer he daarover hebt besproken. Ja. Weet je hoe dat heet? Ik zeg, persoonlijkheid, daar zou ik een prijs voor moeten krijgen. Nou, in <laughs> ieder geval. Dus we hadden al een hele tour <laughs> achter de rug. <laughs> en we sloten hem af, vijf dagen bij die asfalt. <clears throat> en ik sliep dus bij Johan, want vijf dagen bij die asfalt, Amsterdam. En, uh, nou. Dus uh, ik sliep bij Johan. En nou, wat gaan we dan vanavond voor de show, wat gaan we dan weer eten? Ja, zegt Johan, ik wil graag uh, walk to go of walk to walk, weet ik veel. Toen zei ik, ja, oké, okay, maar dat kan bij mij nog wel eens verkeerd vallen. Dus dat is misschien niet zo handig. Nee, nee, want hier had hij echt vaak gegeten en dan was gewoon oké. Dat was gewoon, okay. dat was gewoon uh, goed. Dus, nou, wij daar gegeten. Nou, show, wij in de kleedkamer, niks aan de hand, babbel, babbel, babbel. En ik moest natuurlijk altijd openen. Ik moest altijd openen, want... Ik heb niks gewonnen, dus ik moest altijd openen. Ja. Story of my life. Mensen zeggen ook altijd: jij kan echt goed openen. En dan zeg: ik, ja, weet je hoe dat komt? Omdat ik het fucking altijd doe. Ja, als je maar <laughs> iets vaker genoeg doet. Ja, dus. Uh, maar gelukkig ben ik nu of was ik uh, in een fase van mijn carrière dat ik ook wel headline en. Uh, nou ja, MC, Ik ben een allrounder. Maar niet uit. We staan in die <laughs> kleedkamer. Betty Asphalt. En Johan... Oké, okay, dus ik sta in de coulissen. Ik heb mijn kleren aan. Ik sta, dat is wel fijn. Dat is goed, ik, dat ja, is dat belangrijk. was al winst. Ik sta in de coulissen. Ja, in, bij Betty was zo... Je staat niet in de coulissen... maar je gaat direct vanuit de kleedkamer het podium op. Dus ik sta daar zo... Nou, daar komt er zo'n student die dan zegt... Euh, nou, euh, ja, leuk dat jullie er zijn. We gaan maar beginnen. Mag ik een applaus? En net dat ze zoiets zeggen. En ik kijk zo nog naar Johan... En Johan moet niezen. Maar hij moet ook kotsen. <laughs> heb je dat ooit gezien? Nee. Ik had het ook nog nooit gezien. <laughs> Natuurlijk heb ik dat nog nooit gezien. <laughs> nee. Maar hij niest dus. En hij moet kotsen. Maar als je niest, dan doe je altijd je hand voor je, oh sorry, je, hand voor je mond. Ho. Dus wat doet hij? Ho. Hij doet. En hij kotst, maar hij gooit het ook terug in zijn gezicht. Oh, ik sta tegen mijn microfoon. En op dat moment hoor ik Brit Compagne. En dan moet je op. Dus er staat een ondergekotste jongen Gozes met mie uit zijn oren. En jij moet oplopen. En ik begon met een gedicht over de schepping. Dat weet ik weet nog heel goed. En de eerste zin was. Zo zei God. Hoe is het nou hier in het paradijs? Och, zei Adam lusteloos. Mijn dagen zijn zo grijs. En daar ging dan over dat Adam zich verveelde. En dan wilde hij iemand hebben. En dan werd God pissig. Want hij dacht: Hé, hey, ik ben er toch. Hoezo? En toen was hij jaloers en pissig. En toen heeft hij een mens geschapen naar zijn beeld. En dat werd de vrouw. De vindictive bitch. Maar ik moest dus oplopen. En ik. Ik kon het niet. Ik liep gewoon op. Ik zeg: um, Kan iemand Johan even gaan helpen in de kleedkamer? Dat is echt nodig. <laughs> Dat was echt memorabel. En het, uh, ja, ik heb ook tegen Johan gezegd: Muis, ik ga dit vertellen hoor. Ik ga dit ver het is het frikiest wat ik ooit heb meegemaakt. <laughs> en ik ben op een platte car vervoerd. Ik bedoel, kom op mensen. Ik maak shit mee. Het <laughs> is echt. Zo, nu heb ik niks meer hoor. Alles is op. Right. <laughs> ik kan niet, niks kan meer over dat kotsverhaal heen. die kost niet kotsnies van, van muis. <laughs> <laughs> daar vrees ik ook voor. Maar ik ben wel uh, benieuwd naar jouw uh, ervaringen uh, over de, de tour van Humo's Comedy Cup. Oh god. Echt, ga je daar naar vragen? Ja. Waarom? Hoezo? Was het helemaal, oh ja. Nou, dat was verschrikkelijk. <laughs> dat oh, hoe, is... hoe weet jij dat? Dat, dat, dat? Heb ik dat gezegd tegen je? Uh, ik, ik weet van jou dat het. Dat ik het Bas het, uh, het gezegd. Ik, ik weet het van Bas. Ja. Oh, wat erg was dat, ja. Ik weet het van Peter. Dat het van mij heel slecht was. Of het, zij ging allemaal voor mijn gevoel. Nou, oké. Okay. Nee, nee, nee. Laat, 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 ik het, laat ik het eerlijk vertellen. Uh, jij hebt meegedaan aan Humorous Comedy Cup. Ja. Een uh, wedstrijd in Vlaanderen. Ja. Be een beetje vergelijkbaar, zeg maar, met Leids of Cameretta. Alleen dan veel meer op comedy gericht. Uh, maar dat is de enige grote comedyprijs in Vlaanderen. Ja. Uh, daar ging je volgens mij tot aan de finale heel erg goed in, en dat allemaal mensen ook zeiden: hm, dat is best wel een kans dat er voor het eerst uh, überhaupt een vrouw gaat winnen en ook nog eens een niemand, Nederlander. niemand, niemand heeft dat ooit gedacht. Nooit Jawel. Jens en Donker deed mee. Kom op, niemand had dat bedacht. Ja, ver af. Dat is waar. Niemand. Maar uh, mensen hebben je daadwerkelijk wel een kans gegeven. Dat, zeker, uh, zeker, zeker. Wel. Uh, ik, bedoel, ik snap dat het ongemakkelijk is dat mensen aardige dingen over je zeggen maar dat <laughs> nee, doen ze maar, soms ja maar dat was het dus gewoon niet waar ja. nee maar, maar, maar Jens die won dat en hard ja. Nee, maar ja en <laughs> Jens won dat en toen gingen jullie op Finalista Tour. en ik weet dat jij het in die tour lastig had als enige Hollander en als enige vrouw ja so that, that's putting it mildly <laughs> Jesus ja nee kijk het is één ding dat je in de Joker in Antwerpen. Kijk, mijn stijl. Al mijn impresariaten uit mijn hele leven, namelijk twee, hebben altijd maar gezegd. Misschien moet je iets minder vloeken. Misschien als je nou gewoon probeert iets. Hè, iets minder scherp of weet ik veel. Maar als er een plek is waar je gewoon lekker los kan gaan, dan is het de Joker. En ik mocht daar auditie doen. En er zat een vrouw op de eerste rij en die was zwanger, denk ik. Maar dat wist ik niet. Dus ik zei. Ben je dik of ben je zwanger? Nou, dat sloeg in als een bom. En toen dacht ik, nou, hier kan ik gewoon mijn ding doen. En dat deed ik, en toen was ik door. En ver af, het waren maar drie rondes. Hè. Het was niet van, oh, oh, je gaat even. Het was dan de halve finale was in Gent. Nee, in. Ook in Antwerpen? Nou, anyway. Nou ja, grote steden in ieder geval. Ja. Maar de tour, de tournee, was, uh, ja, in het diepe, diepe. Dan ga je ook naar Kortrijk. Tegen de Franse grenzen aan. Ja, en het probleem was gewoon dat, ja, ik was dood ongelukkig. En ik moest altijd openen, dat, dat vond ik erg vervelend, omdat mensen hadden weerstand tegen mij. En ik ben wel wat weerstand gewend in mijn carrière. En ik ben een vechter, maar ik ben ook op een gegeven moment, en dat is nu nog steeds op een punt gekomen, dat ik denk, het is wel graag of niet. Dus um, ja, een beetje moe gestreden of zo. En ik verstond die mensen ook gewoon niet. En zij vonden mij, ze vinden Hollanders al te bot. Mm -hmm. En dan kwam ik nog eens in het kwadraat. En uh, ja, dan zei Bas ook altijd iets van: Nou, laten we maar beginnen met een Hollander. Dan hebben we het maar gehad. Dus dat was dan ook niet sfeerverhogend. Vorig jaar won een dwerg. Nou, dus ik, 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 ik had op een gegeven moment gezegd: Van ja, vorig jaar won een dwerg. Dus ik dacht, ja, ik maak wel kans of zo. En dan had ik ze wel een beetje. Maar. Het was gewoon vechten van begin tot eind. Maar het was ook super weird. Ik mag het niet zeggen, maar ik vind gewoon die Belgen. Het is gewoon super. Alles was raar. Ik heb zulke. Het was alsof ik in een slechte trip zat. Letterlijk. Het was drie uur rijden elke keer. En dan moesten we iemand mee. En gelukkig kon ik dan openen. En dan waren we een paar keer van ja, mag ik dan ook wel weer gaan. Anders ben ik niet voor drie uur s'nachts thuis. Maar het was gewoon. Ik was niet gelukkig. Ik, en als ik niet gelukkig ben, ja, dan houdt het gewoon op. En ja dan had, iedereen had dan altijd voor je gekookt en dat was dan kei lief maar ik verstond ze gewoon niet en ik deed dan echt mijn best ik voel ik was gewoon een buitenlander ik was gewoon echt out of my comfort zone en als je dan al als dat je voorbereiding is voordat je op moet ja, ja ik blaas mezelf dan op dan ben ik te opgepept of dan denk ik van ja fuck it en soms ging het ook wel oké okay, hoor maar meestal niet en hoeveel shows waren dat in die tour? Veel, 30 of zo. Jezus. Nee, ik weet niet eens meer. Echt veel. En het betaalde dan ook gewoon nog niet eens mijn reiskosten. Dat was het. Ik weet ook niet waarom ik meegedaan heb aan Humo. Ik dacht van ja, ik moet even kijken waar ik sta of zo. En ik dacht dat Humo meer ja, iets kleins was. <laughs> Goed ingelezen, Brit. Ja. <clears throat> maar nee, dat was echt, echt niet leuk. Omdat ik gewoon. Ja, we begrepen elkaar niet. Nee. Ze zaten echt op een ander spoor. En was één keer zelfs, toen zat er een jongen buiten. En tegen het gebouw aan, of het, het CC of wat voor namen ze er dan voor hadden gedaan. Centrum. En uh, nou, CC van, nou, ik weet niet, maar die zat daar tegenaan en pas kom binnen. Oh, oh, oh. Um, er zit een jongen buiten en die is aan het telefoneren. Uh, en die zei: Ja, maar ik wil ook terug binnen ik wil ook terug de kroeg in. Ik wil erbij zijn. Het is mijn verjaardag. <laughs> dus wij oh. zo. En toen, uh, tien minuten voor de voorstelling of zo, voordat het publiek zou komen, heeft die jongen dus buiten zijn polsen zitten doorsnijden. En dan hebben ze oh, maar allemaal shit. emmers met water tegen het gebouw om het bloed weg te. Het was gewoon allemaal super fucking weird in, in mijn herinnering. En uh, ja, ik snapte dus. De... Uh, Wauw. Ja, maar echt hè? Het was echt gewoon heel echt hè? Oh, wat erg. Het, wa het was gewoon. <laughs> Oh, die jongen van net die zat te bellen, ja, die, die heeft nu uh, zijn polsen doorgesneden. Die is afgevoerd. Hij was niet dood, maar hij was afgevoerd in het ziekenhuis. Dat soort dingen. En dan, iemand had zijn hond doodgereden. En... <laughs> je wist nooit van tevoren, ik kon ook niet participeren. En dan reed ik terug tot aan Antwerpen en dan zat ik dan in mijn eentje in een hotel. En na slecht gespeeld te hebben in je eentje in een hotel is echt niet goed. Dat is voor ook je. Heel sneu. Ja, ik vond mezelf vooral erg zielig. Dus nu had ik ook op een gegeven moment getweet van ja, weet je, het, als, ik, als het me niet bevalt, rot ik toch op naar mijn eigen land. Maar die werd ook weer verkeerd geïnterpreteerd. Dus ja, ik kom daar gewoon maar niet meer, denk ik. Ik ben niet... Het is geen goede match. En dan is zo'n tour lang. Ja, maar ook naarmate zo'n tour vordert, hoe, hoe... Ik mocht er ook niet onderuit, hoe... dat was het ergste. Nee, nou ja, dat ook. Hoe, hoe, hoe pep je jezelf nog dan op? Of hoe maak je, je dan klaar om wel nog weer te gaan en... Want ik neem aan dat je wel gewoon elke show toch weer het podium op gaat met de gedachte: ja. Oké, okay, maar vanavond gaat het wel lukken. Nou, ik had gelukkig nog wel andere dingen daarnaast. Weet je wel, als dit het enige was geweest. Dan was het, want het was ook lang hoor. Het was niet 30 keer in twee maanden of zo. Het was wel echt uitgespreid. En toen waren er ook nog een paar afgezegd door iets of zo. En toen werden die verplaatst naar de, later in het jaar. Kon ik er nog tegenaan hikken. Ja, het. Het is, het is ook niemand zijn schuld. Of zo. Ik zeg ook niet, ik heb dat gewoon verkeerd ingeschat dat ik daartussen zou passen. En Peter is een schat. En, en Jens en Bas natuurlijk. En dan zaten we zaten altijd in de auto. En dan vertelde Bas, Bas allemaal al supermooie verhalen. En Jens is natuurlijk hilarisch. En Peter superweerd op een leuke manier. Maar ik, ja, ik was niet Nee. Nee, dat doe ik nooit meer, nee. Toen dacht ik ook, waarom doe ik nou weer een, een wedstrijd? Terwijl ik altijd heb geroepen. En ik, ik kom ook altijd zo in de finale, maar dan niks, weet je wel? Een soort Joop Soetemelk. Weet je wat ja. ook leuk is? Nou. De halve finale en dan net niet de finale oh, halen. <laughs> ja, ja. Maar ik ken het, het heel goed. Bij het Leids. Leids vind ik nog steeds uh, bij verre het leukste festival van allemaal. Heb je die gedaan? Ja. En? Halve finale en net de finale niet. Oh, dat je, dat je achteraf je. van mensen van dichtbij de jury hoort. Nou, je zat wel heel dichtbij hoor. Oh ja, Lekker. maar achteraf hoor je zoveel. Geen. Ik hoorde over Groningen ook dat er iemand uit de jury niet wilde dat ik die persoonlijkheidsprijs zou krijgen. Anders zou die opstappen. Dat heb ik ook gehoord. van iemand. Maar ja, weet je. Zo hou je jezelf overeind, maar ja, je hebt er niks aan. Nee, Leiden, dat is gewoon dat Leids. Dat, uh, ja. Even om oud zeer voor Kees van Amstel. Die werd toen gewonnen door... Uh, ter, ter bescherming van de jeugd? Zou kunnen. Nee. nee. Hoe heet ze? Was Tim en uh, uit, uit ook België? Ik weet het niet. Ik, ik weet vooral kees van amstel dm speelde heel goed. De zaal was hij heel erg niet. voor hem ja. en hij won niet en iedereen nee. was echt heel erg verbaasd dat hij niet ja, won. Ja, en hij is heel lang verbitterd geweest. Maar dat is goed want hij doet het goed op verbitterdheid. En uh, als hij als echt de mooiste kees van amstel is een boze kees van amstel. Oh, dan wrijf ik in mijn handjes. Ga ik zitten. Heerlijk. love it. Ik ga volgende week met hem opnemen. Oh ja, heel goed. Uh, moet je maar eens vragen naar de jongens van de bescherming van die. jeugd. Nee, <laughs> hij kan nog steeds... Ja, hij vond dat niet leuk. Maar ik mocht toen wel, en dat trouwens... Want Leids is gewoon in mijn optiek het best geregelde festival. Dus de begeleiding is goed. Um, de communicatie is goed. De betaling is goed. De tour is goed. En uh, de sfeer is goed. En de, de workshopdocenten zijn goed. Ja, want als dus, um... ja, dus je doorgaat, je doet editie... Ja. En als je dan doorgaat naar het echte festival, zeg maar ja. dan heb je altijd een workshop weekend waarbij je werkt met regisseurs. Ja. en dat zijn echt gewoon regisseurs. Dick van de Toorn, Dick Dik van Toorn, inderdaad. Pieter Bouwman was ja. in mijn jaar, maar gewoon Ros van Toren C, dus Sander van Op Zeeland. Echt wel mensen die weten wat ze, wat ze doen. Min Minobo no min nou wat heb ik met name? Oké, okay, mijn hoofd erin niet. van de bloeiende Maagjes, ja. toch en ja. um... Nee, dus dat was echt heel goed, maar ik kwam niet ver en volledig terecht. Maar ik mocht toen wel invallen op de finalistentoernooi. Dus ik was de eerste inval als iemand van de drie finalisten niet kon. Of niet de eerste, maar een inval. Kees al, ook ongetwijfeld. Nee, die stond wel in de finale. Nee, anyway. En um, dus toen mocht ik uh, af en toe invallen. En toen stond ik opeens voor het eerst in mijn leven voor grote zalen waar de omstandigheden goed waren, maar het ook sfeer goed was. En ik gewoon lekker meters kon maken. En toen, toen heb ik mijn. Uh, want als er één ding is wat ik altijd wil zijn, is het mezelf op het podium. En dat heb ik daar geleerd. Iemand heeft ooit gezegd tegen mij, was op school, Annelies Herfst zei tegen mij: je bent je materiaal. Het is toen absoluut niet wat ze bedoelde. Ik denk: koekoek, dat is goed. Ik ga je wel een pannenkoek naleggen doen. Ik weet niet wat je zegt. Jij geeft meme, dat snap ik sowieso niet. Maar <laughs> achteraf gezien is het inderdaad zo dat, ook al is je materiaal misschien niet ijzersterk op dat moment, jij bent je materiaal. Dus als jij het vertelt en het is voor jou voorkomen logisch en jij zit er goed in, dan heb je de helft van de, van de winst. Ja. En dat heb ik daar geleerd op die tour. Dat je gewoon, toen heb ik mezelf ook echt vrij afgegeven van laat even al die, want ik had natuurlijk een opleiding aan, ik had 40.000 regels in mijn hoofd. Ik moet nu dit, ik moet nu dat, ik moet, Met tekst was ik een soort van op aan het dreunen. Terwijl nu vertel ik het gewoon. Ik sta als mezelf en ik heb het publiek nodig. Dus uh, ik ben blij dat ik niet heb moeten spelen voor zalen van 30 man. hoewel ik het wel had gekund. Maar ik hou van de energiegolf die het publiek je geeft. 30 man is niet erg, maar als ze verspreid zitten is het natuurlijk wel rampzalig. Ja. En um, ja, dus uh, Leids, ja, daar heb ik wel fijne herinneringen aan. Dat heeft mij heel veel opgeleverd. Ja, ja. Kameretten niet. Ja, leuke. Uh, ik presenteer het heel vaak, maar niet het festival zelf, maar de, de tour. En ook leuke organisatie. Maar mijn jaar was toen ja. Jennifer Evenhuis en Thijs van Donburg en, uh, ja, en ik uh, was daar toen nog niet. Terwijl ik dacht van wel. Ik heb wel goed gespeeld. Dus het het ene festival waarvan ik zeg. Nee, maar ik heb goed gespeeld. Ja, En Culture Comedy. Had ik had moeten winnen. Maar ja. <laughs> ja. Het is een grapje, Felix. Niet. Mm. Ja, dus. Dus uh, een, een andere, maar ik, ik heb geen idee eigenlijk of daar voor jou. Ben je nog meer oud zeer, Kom maar. Ja, je nou... hebt nu humor gedaan. Ja, ja, maar, ja, maar humor is, is niet omdat ik dacht... oh ik ga lekker de, de, de pijn bij jou omhoog halen. Maar wel omdat ik weet dat het gewoon... een hele intense periode was met gewoon... Nee, daar heb ik niet eens grapjes over. Dat was gewoon... Nou, <laughs> ik heb niet eens... Nee, nee. Maar heeft, heeft, heeft dat jou veranderd... in hoe je daarna bijvoorbeeld speelde? Of hoe je daarna tegen, tegen comedy als, als vak aankeek? Nou, heel eerlijk gezegd niet. Want het, het was zo... Uh... Ja, ik weet ook niet waar mijn vechtlust is gebleven. Natuurlijk heb ik wel elke avond gevochten voor wat ik waard was. Maar het was alsof je... Het is net als je in het Engels gaat spelen. Dan begin je weer helemaal opnieuw. Ik weet mm -hmm. niet of je... jij speelt ook nee, wel eens ja. in het Engels. Toen je daarmee begon, deed je al een tijdje comedy waarschijnlijk. En als je dan voor het eerst in het Engels, dan voelt het zo... Moet je het weer helemaal uitvinden. Want alles is anders. De voorwaarden zijn... En dat was daar ook. Maar ik speelde maar een kwartier of iets. Het was gewoon te kort om dan te zeggen van... Oh, en mijn eerste, ja, mijn opening werd wel steeds beter, omdat ik dacht, ja, kut, ik moet ze gewoon pakken in het begin. Uh, en op een gegeven moment ben ik maar gaan zeggen van, ja, ja inderdaad, sorry dat ik er ben, maar uh, zo ziet een loser eruit, kijk maar even goed. En dan ga ik nu beginnen, of zoiets, weet je wel. Je zoekt gewoon naar manieren. En um, nee, het heeft mijn zelfvertrouwen niet veel goed gedaan, denk ik. <laughs> ik heb daar wel een tijdje voor nodig gehad om daar uh, overheen te komen. Maar eigenlijk had ik deze, dus dan kon ik gewoon uh, maar een optrekken. <laughs> nou, er waren weken bij Wouter, oh, dan was die kut en dan moest ik nog twee humo's doen, weet je En dan dacht ik, oh, waarom heb ik geen vak geleerd? Ik kan toch heus wel iets? Ik kan toch ja, achter, want Tasty was leuk qua vechten en als het goed ging waren het hele leuke avonden. Hmm. Maar als het daar geen leuke avonden waren, dan waren die ook best intens, vond ja. ik in ieder geval. Ja, ik heb wel de beste recensie ooit gekregen van de gast daar. En die wil ik eigenlijk nog. Als ik ooit een avondvullend heb, wat eigenlijk de planning was voor dit jaar. Maar als ik uh, een poster moet maken en heb je toch al van die quotes. Mm -hmm. Een gast. En die zei tegen Martijn: Hey joh, leuk showman, echt leuk showman. Ja, ja, was echt leuk. Maar die andere, die kleine, die gehaktbal met die armpjes, die was echt lachen. <laughs> dat vind ik zo geweldig. Ik wil dat op mijn poster. Is het gewoon leuk? Die gehaktbal met die armpjes. Ah. Ja, en een, uh, een, een keer is er iets gezegd tegen me, en dat gebruik ik ook in mijn voorstelling nu. Ik heb natuurlijk veel zelfspot in mijn, in mijn comedy. Mensen thuis weten dat. Ja, je niet. moet wel. Ik heb heel Ik moet wel. <laughs> je roeit met de riemen die je hebt. Jezus. Ja, nee, zo ben ik een keer aangekondigd. Oh ja, dat zijn ook nog wel een hoop kutmomenten momenten <laughs> mij geweest. Het comedy-café. Um, toen ik nog op Max zat... heb ik daar nooit gespeeld. Want dat mocht niet. Ik weet ja. niet waarom. Daar is wel een paar keer gevraagd, maar. Iets met... Ja, ah, dat is niet een goede plek voor een vrouw. Ik weet het niet meer precies. Er is geprobeerd dat er... er op een gegeven moment heeft Wilco dan wel... Toen was er een voetbalavond en toen wilden ze wat commentaar van vrouwen. Toen ben ik dan wel gevraagd, maar dat had ik dan niet gedaan. Maar, um, <laughs> dus daar heb ik nooit gespeeld. Maar ik ben wel voor Wilco gaan spelen toen Badaboem op de Rozengracht zat. Ja, want Wilco de Wijn die, die, die begon toen... Met Bob McLaren, nu de eigenaar van Comedy Café. Ja. En Menno Stam een, een nieuwe comedy plek, ja. En dat was echt een fijne sfeer. En dat was echt een leuke club. En er was een, een vast clubje mensen die daar speelden. Was jij daarbij of niet? Ja. was heel leuk. Maar op een gegeven moment, nou ja, maakt niet uit hoe dat gebeurd is, maar het is gebeurd, is het gewijzigd naar uh, Comedy Café. Ja. En met die wijziging kwam er ook een ander soort publiek. En uh, ook een ander soort, uh, andere, weer, weer andere comedians die ja. er eerst niet bij waren. En toen is het wel eens gebeurd dat er een, een uh, MC, dus een vak apart hè, MC hè? Mm -hmm. Ik heb heel veel van wat ik weet geleerd van Bas Berken, want ik ben naar een uh, workshop geweest van Bas. Ooit. Ja, dat is echt in het begin. En daar heb ik echt heel veel aan gehad. Oké, okay, ik, ik, moest, ik moest even inschatten. Oké, okay, ben je nu gewoon sarcastisch? Nee, nee, dit... serieus. Dat was echt ja, een van de slimste dingen die Bas ik ooit is, gedaan is heb. Bas is een van de allerbeste ja, MC's die er goed zijn. Maar hoort. het is een, een vloek, dat weet je ook. Als je goed kunt MC'en, dan is het gevaar dat je de rest van je carrière MC't. Want er zijn niet veel mensen die MC'en. En het is een vak apart. Oh, vertel me daar meer over. Ja, het. nee, kijk. <laughs> kijk, het zit namelijk zo... Je moet begrijpen wat je plek is. En niet iedereen kan zijn ego dusdanig loslaten dat hij weet, dit gaat nu niet om mij. Ja. En uh, dat is voor als MC heel belangrijk. Maar wat nog belangrijker is, is dat je niet alleen maar hypt, maar dat je soms... Je moet het gewoon neutraliseren. Dus als iemand heel goed gegaan is, kun je niet do zomaar doorgaan op die flow. Want misschien komt er daarna nou wel iemand die spoken word doet en uh, weet ik veel. Nou. Dus uh, waar, waar ging ik heen? Oh ja, ik kom in een café en er was een MC en die zei... Dames en heren, luister, ja, jij bent een vrouw, hè? Jij hebt een kut, jij hebt een kut. De volgende hebben ook een kut. Hier is ze. Nou, dat was één. Ja, <laughs> uh, uh, yeah. en daar kan ik op zich nog wel wat mee, want ja, kutste aankondiging ooit. Um, um, maar er is ook een keer gezegd: ik werd aangekondigd als lekker wijf of zo. Laat helemaal neer. Nee, dat, is, op. dat sloeg maar Het sloeg zo neer. En toen liep ik op. En toen hoorde je gewoon mensen zeggen: Wat? Ja, dag. Zoiets. Weet je. Van... <laughs> ja, ik ben heel blij dat ze er is. Ze echt. Uh... Ja, nou, je zou kunnen ze. Ja, het was totaal misplaatst. Ik loop ze op. Iedereen zou. Huh? Wat doet die doedelzak hier? Wat? Uh... Dus. En. Ik maar sowieso niet... is het al een rare aankondiging, al zou je wel Duitse Cruise aankondigen. Nou, maar dat je... gebeurt wel vaker. Dat, dat ze je aankondigen als met... lekker wijf. Nee, je bij andere, bij, 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 vooral dan ook de muzikale acts en zo. Dat, ik heb wel eens bijvoorbeeld, volgens mij, Maatje en Kine aangekondigd, dat ze na afloop zeiden van: Oh, ik vind het zo fijn dat je niet iets zegt over dat we lekker wijf zijn of knap. Ja, Wouter, er zijn misstanden jong. Oh ja, nee nee, joh, maar dat dat nee, maar ik, ik ik heb zelf ook juist als ik een vrouw aankondig dat ik ik ga nooit nadrukkelijk van tevoren zeggen nou, de volgende. Oh, is echt? Er voor, ja, dat zien jullie zo vanzelf wel en dan nog De ja. momenten, zeg gewoon comedian, de volgende comedian, want ik speelde één keer in de Hazerswoude, geloof ik heet dat. Voor ook. Ja, plein 60. Nee, dat, ja. zoiets. Nee. Ja, t, nou, ja de Hazeswoude Rijndijk. Ik weet welke het is. Ja, de volgende is een backstage. vrouw. En toen liep ik ook op. En t, want ja, dan hoor je dus als vrouw, je staat te wachten. Je hebt je opgepept, je staat klaar. De volgende is een vrouw en je, ach. En dat is je cue, weet je wel. Ja. En daar ook, ik liep. Eh, en de volgende vrouw. En ik loop op en ik zie een kruis. Een soort christuskruising achter in de zaal. En er zaten allemaal boeren me aan te kijken. van nee. En dat is altijd, je staat altijd al achter als vrouw, maar soms heb je gewoon niet meer de kracht om te zeggen, ik beuk er doorheen. Dat heb je tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment denk ik: ook, ja, ik heb één keer, was in de machinist, was een MC, ik zal zijn naam niet noemen, maar die zei, dames en heren, de volgende is een vrouw. Ja, ja, sorry, helaas, maar ze is nou eenmaal al geboekt, dus uh, laten we waar. er maar mee doorgaan. Dus ik liep op. Nou, ik was zo pistof. Ik zo, dames en heren, ja, normaal zou ik je zeggen, applaus voor de MC, maar wat een lul. Ik zeg, is trouwens ook de enige man die ik ken die zich afvraagt dat of, uh, of dat een vrouw die al betaald is, daadwerkelijk de werk nog gaat doen. En echt, ik ben twintig minuten doorgegaan. <laughs> en hij was pissig na afloop op mij. Hij zo, ja, wat maak je me nou? Je maakt me compleet belachelijk. En ja, Ik zeg, hé, hey, maar wie is hier nou het wijf? Jij of ik was zo pissig. Ik was zo pissig. En dat is de dag dat ik mijn penis heb gekregen. <laughs> ja, verschrikkelijk. Uh, Eén, wat jij zegt, de machinist. Dat is een club in Rotterdam. Die hebben Leuk. eens in de maand comedy. Hele toffe plek. Ja. Wordt oh, lang Die show. Je. Die show. <laughs> ja, nee, maar nee, want ik. Dat is grappig, want ik hoorde daarover in de aflevering met. Ik denk met Johan. Want Johan was daar ook bij, jou Gulik. Ja, dat iedereen familie was van elkaar. Hmm. Maar toen zei ze dat ik helemaal niet goed ging. Maar in mijn herinnering. Ja, we hebben lopen vechten heel lang. Ja. Maar ik weet niet meer precies hoe dat dan. Ik, ik herinner me dat niet als een verschrikkelijke. Voor. Uh, nee, show of zo. Nee, nou, wat vooral. Ik weet. Maar Ik was benieuwd hoe, hoe jij hem in gedachten had. Ik weet dat jij best prima ging, namelijk. Ja. Ik moest hem zien. En wat er gebeurde, er kwam uh, een groep binnen van echt iets twintig man. En ja. die hadden hun neven en nichten, de ja. jaarlijkse neven en nichtendag. Ja. Die hadden van zes tot negen zitten dineren ja. en wijn Die kwamen binnen. En het, het podium is daar echt een klein verhogingetje van acht van centimeter. Ja. Eentje loopt naar voren, loopt al het podium op, gaat al zo jolig achter de microfoon staan. Dan weet je al, oh mijn god, ja. zo eentje. Ja. Zeg maar, Tasty die elke avond. Ja, die gaan, <coughs> die gaan met z'n allen op rij 1 en 2 zitten. Ik begin als MC. Ik wil gewoon de mensen welkom heten, sfeer maken. En dat je een beetje met mensen ja. gaat praten, om een beetje de angel eruit te halen. Van hey, soms wordt je iets gevraagd of weet ik wat. Ja. De eerste man. Hoe heet jij? John. Oké. Okay. En je hoort gewoon als iemand het, het zegt op een bepaalde manier. Weet je, jij heet geen Sean Zeg gewoon je echte naam. Ja. Uh, yeah. Dus ik denk, oké, okay, oh, yeah, ik ga naar de gast ernaast. Oké, okay. leuk. Yeah. Wie ben jij? Ook oh, John. Oh. Yeah. En wij hebben dan echt een fijne tijd achter in de zaal. Hè? Aan de ene kant hebben we een fijne tijd omdat we denken, ha, Woutertje, doe maar lekker vechten. Ja, hoe kutter jij gaat, hoe fijner wij kunnen beginnen. Ik heb op minuut vier heb ik echt gewoon politieagent moeten spelen en moeten zeggen, oké, okay, dit gaan we niet doen. Jullie zijn niet eens. Er zitten 90 man ja. nog achter jullie en die willen ja. ook een leuke avond. Dus dit is niet jullie feestje. Nee. Bekijk het maar. Ja. Dus de hele sfeer kapot maken. En het dan. Proberen nog weer een beetje op te bouwen. Ja. Zodat volgens mij was jij eerste. Zodat jij nog gewoon. Je hebt echt lang, lang moeten staan. Ja. Volgens mij was ik headliner, maar het maakt niet uit. Headliner. <laughs> ik was headliner. <laughs> In de machinist mag je nooit twee keer hetzelfde doen. Hè? Dat is kut. <laughs> oh ik, ja. Dan oh. moet je opeens hard werken. Hè? En ik... Ze onthouden ook wat je gedaan hebt. Dus uh, daar kom je niet meer weg. Ik ben er een keer uh, op aangesproken dat ik uh, hetzelfde materiaal ik had gedaan. Kom graag nog een keer terug hoor, bij de machinist, heel graag. Ik heb nog heel veel consumptiemunten. Ja, ik, ik, ik werd erop aangesproken dat ik hetzelfde had gedaan als een half jaar of een ja. jaar eerder. Mm -hmm. Op een avond dat ik echt smiddags werd gebeld of ik s'avonds oh, kon ja, ja. invallen voor een MC ja. die uh, opeens niet kon. Wat geen goed. verrassing is, want het was een MC die altijd opeens niet kan. Oh ja, uh, wie was dat dan? Nee, dun, dun, dun. nee maar niet. Uh, Wel een van Nederlands beste comedians waarschijnlijk. Nee, oh. uh, ook niet. Oh. Um, <laughs> oh. Dan weet ik niet of ik, je het hebt. Ik zeg, Was ik het? Nee. Oh. Hij is net zo groot. Um, maar goed. <laughs> Peter Pannekoek? Nee, is niet, natuurlijk is niet Peter Pannenkoek. Wie is net zo groot als ik? Anyway, ja. ik werd erop aangesproken <laughs> dat ik dus materiaal hetzelfde had gedaan als een keer ervoor. Terwijl ik dus gewoon smiddags werd gebeld, val in. Ja. Echt, hoe, hoe verwacht je... En zeker als ik MC, ja, maar, ik, dan, dan moet ik toch terug kunnen vallen op al mijn materiaal. <laughs> het was mooi terwijl ik, terwijl ik een half jaar later of zo stond, ik er weer. En ik was aan het werken aan een nieuwe show, dus prima, ik het nieuw materiaal. En, en van tevoren ook nog uh, uh, Willem, die, uh, die boekte. Dus Willem ook nog zei: ah, Let er wel op het materiaal. Zei, ja, 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 weet ik. En echt die show begint. En toen was er natuurlijk weer een wijziging. Dus ik was geen act. En of ik toch kon MC'en. Dus oh, ja, 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 hebben we dat weer mensen, wie heeft mij hier wel eens eerder gezien? En het waren echt twee mensen Ja, of zo. maar dat maakt ze niks uit. Nee, maar ik, ik wist dat dat ze, dat dat ze niet waren. Nee. Dus oké, okay. ik zeg dan, dan voor jullie twee, als je mij iets hoort beginnen wat je al eerder hebt Volk gehoord. Volgens mij was ik daar ook bij. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Dan mag je gewoon je hand opsteken en roepen, kunnen we al? En dan doe ik wat anders. Ja. Maar als dat niet zo is, dan ga ik gewoon door. Ja. En daarna heb ik er nooit meer gezeik over gehad. Ja, ik, ik heb dat één keer gehad. Mijn optreden was met... Uh... Toevallig ook met Johan jaren later geloof ik en het was Johan en ik en nog iemand ik weet niet ik weet alleen dat Rob Schepers ja yeah. en Marlon Marlon Kikker die volgde een opleiding bij Leon van der Zanden... en die zaten in het publiek dus dat. Het heeft er geen kut mee te maken, maar dat is leuk voor later. Oké. Okay. Toen deden zij allebei daar nog niks mee. Toen wilden ze kom in gaan doen. Maar er was een show en we waren geboekt en het was voor, de, voor een grote bank, een boerenbank. En um, die programmeur kwam ook vlak voordat we opgingen, nog even zeggen: Jongens, onthouden, niks over religie, seksuele geaardheid. En uh, nou, we keken hem echt aan: zo van wij zijn Johan, Gozes en brit Compagne. Mijn hele fucking show gaat over religie. Johan is een homo. Um, Waarom heb je ons geboekt? Maar je merkt heel vaak dat een programmeur vindt dingen erger dan het publiek. Dus yeah, yeah. plaatsvervangend ik heb wel eens een bedrijfskik dat, dat degene die ons geboekt had bitheet was dat het te grof was, wel dat bedrijf had een topavond. Ja, het is raar. Ja, die voelen zich dan verantwoordelijk. Ik heb trouwens nog één voorstelling. Dit is niet echt een voorstelling. Toen zat ik nog op school, wij werden wel eens geboekt. Maar ik ik heb, want jij had het over dat mensen zitten te eten. Nou, ik heb een keer opgetreden in barbecue-restaurant Speedy Gonzales in Zeist. En uh, dat was helemaal niet een restaurant waar überhaupt ook maar iets opgetreden kon worden. Dus hadden ze bedacht, het stonden we naast het lopende buffet. Uh, en terwijl, ik was met Willemijn Smeets, mijn beste vriendinnetje. En die deed ook uh, Koningsjaagde Academie en die zingt dan wel, maar dan wel heel leuk. En uh, die hadden ons geplaceerd naast het lopend buffet. En toen wij begonnen, uh, gingen er ook nog eens boven elke tafel een afzuigkap aan. En mensen kwamen hun eten opscheppen langs ons. Zo. Ja, 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 leuk. Ja, ja, ja. Echt super awkward. Maar dat was niet het ergste. Ik heb een keer een gig gedaan voor een buurthuis. En uh, ja, dat was ook een beetje in het begin. Maar ik heb altijd wel een beetje zo die botten... Dat heeft altijd wel een beetje ingezet hoor. Ook al was ik toen nog uh, een beetje net christelijk uh, af, zeg maar. Uh, ik ben heel christelijk opgevoed voor de mensen die het niet weten. Mijn ouders werken voor God. Nou, super gênant. En uh, toen had ik dus een boeking voor een buurthuis, die deed een speciale dag onder het, uh, onder het mom van: wat zal het zijn? Verbroedering, verbinding. Nou ja, iets waar ik totaal niks mee heb. En uh, <laughs> En toen kon ik ook, en er was ook echt zo'n zaaltje. Weet je, wel? een zaaltje, de roef. Weet je, het was ook. Er stonden <laughs> twee podiumdelen. En dan was er. En een piano stond er dan op het een van een podiumdeel. En dan had iemand een paar liedjes gespeeld. En er zaten gewoon super veel bejaarden. En um, voor mij um, was de imam. Die een complete okay. preek en gebed deed. En toen <laughs> moest ik daarna. <laughs> En toen heb ik iets gezegd. Ik had iets een opmerking van dit lijkt wel een zonnebloemuitje of zo. Dus heb ik iedereen in één zin had ik, uh, had ik tegen me. Dat is echt top. Na de imam en dan zo bam gestrekt been erin. Oh man, Brit, echt. Jochem Meijer heeft wel zeg maar gezegd. Ja, echt gestrekt been. Want ik speelde nog een keer later voor een bank, een boerenbank in het theater de Naald bij Nico. En want ik krijg altijd eten mee in de afloop, dus dan ben ik erbij. En ook de reden dat ik zo lang bij deze ben blijven hangen, we kregen ook gewoon te eten. Ja. Dus win-win uh, en werken en eten. Maar um, was ook, speelden we voor de Rabobank, en toen was er net in het nieuws geweest: dat er was iets gebeurd. De, de directeur had 3 miljoen verduisterd of zo. Er was veel van hun geld, van, het waren allemaal relaties van de Rabobank die in de zaal zaten, waren opgelicht. Maar die avond was nou eenmaal al gepland. En uh, dus Nico zei tegen mij, misschien verstandig om daar niks over te Ja, zeggen. Nico, de, de directeur van de ja, maat. Ja, misschien verstandig om daar niks over te zeggen. Um, ik weet niet wat er dan gebeurt bij mij. Ik weet niet wat er gebeurt in mijn hoofd. Maar ik loop op en ik zeg... Hallo, dames en heren, wat leuk dat we zijn. Een superleuke avond. Leuk dat jullie het ook cadeau hebben gehad. Nou, van, nou ja, cadeau. Noem 3 miljoen euro, maar een cadeau. Want ze hadden allemaal die kaartje cadeau gehad. Nou, echt. En Jochem Meijer zat dus in de zaal. Die kwam ook naar afloop. van. hoe kun je... Hoe kun je nou met zo'n gestrekt been... Maar ik kan niet anders. Ik kan niet anders En Nico zegt ook altijd... De dingen die uit jouw mond komen, echt waar. Maar mensen pikken het. Mensen pikken het. Ja, dat zeg Maar die niet. avond, pikten pik ze het en kon je verder? Ja, of wat? ja okay. zeker. Want ja, okay. het, 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 je voelt... Uh, ik ben heel gevoelig altijd voor sfeer. Dus ook met optreden. Ik heb duizend uh, um, gevoelsprieten uitstaan. En je voelt gewoon in die zaal, er is iets. Er is iets uh, aan de hand... Uh, en dat moet benoemd worden, want het moet uit de, uit de lucht. En dat is mijn taak. En als ik dan mezelf moet of opofferen, of weet ik veel wat, dan is dat maar zo. Maar het is wel belangrijk dat het even genoemd wordt. Dus ja, en dan maar zo grof mogelijk of zo lomp mogelijk. Dan is het in ieder geval. Oh ja, hé, laten we. Oh, zou het toch niet fijn zijn als de wereld wat meer om zichzelf kon lachen? Van, Oh ja, Jezus, ja, gênant. Ja, uh, maar goed. Ik, denk dat, nou, ik hoop heel erg dat na tien maanden van bezinning. Minste, ik heb geen kut te doen, ik zit thuis, ik kan niet anders dan nadenken. Ik hoop dat mensen toch, uh, ja, misschien wel eruit ja, komen. Ik um, weet het niet. Nee. Ik ga okay. geen geld opzetten. Dat kut hè? Ja. <laughs> eh. Oké. Okay. Dankjewel. Dat was het. Ja. Ah. Of, 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 of moet er nog Jij moet uh, nog vertellen, wat, ik, wat jij niet mocht vertellen. Oh, je hebt het ook zo, dan zet ik hem uit. Oh. Oh? Ik mocht niet vertellen voor jou. Ja, oké. Okay. Dat was hem de Elektra Podcast met Brit Campagne. Volg Brit op social media en ga haar zien zodra het weer kan. Volg ook Elektra Podcast op social media en als je de podcast wil steunen, ga dan naar elektrapodcast.nl en klik op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zeg het nou voor de derde keer: kom op! Tot de volgende Elektra. Hoi.